Ja, flikker op man met je mainstream media prijzen. Nee, okay. Sinds wanneer is dat een aanbeveling? Maar kunnen we hem je iets... Je hebt gewoon gepuberd voor de VPRO en voor de rest heb je nooit iets gepresteerd. Je hebt zelfs je kinderen verkwanseld. Opsodemieteren met dat tuig uit onze media. Wat Marijnissen dus zegt hier is tegen haar eigen achterban, hè? Mm-hmm. Ik wil dat jullie allemaal werkloos worden. Als het aan mij ligt, hebben jullie geen werk meer volgend jaar. Oei, oei, oei. Nou. Dag SP. Als er al een kabinet komt met BBB, Omtzigt en VVD, die kans is er, dan valt dat kabinet binnen een half jaar omdat de VVD gaat imploderen. Dus waarom zou je niet de VVD leegvreten? Dat is toch gewoon... Dat ligt toch voor de hand? Ja, nee, absoluut. Dan kun je toch de wraak nemen op Rutte? Ik bedoel en dan voorkom je bovendien het grote probleem dat Jessel Gus nog een rol gaat spelen, in negatieve zin, dat ze toch met 20 zetels nog in de coalitie komt en dan die gaat opblazen. Het kartel heeft altijd gelijk. Van harte welkom bij de Waanzinbar van Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag gaat het weer over de waanzin van de week. Ik heb een paar leuke roddels. We worden echt een ordinair programma met achterklap. En wat heb jij, Menno? Ja, we hebben natuurlijk Gerrit Hiemstra en Lilian Marijnissen die zich allebei heel druk maken om het klimaat. Dat is het? Nee, dat is het. Nee, er komt nog wel meer. Oké, maar dat mag je nog niet weten. Nou ja, ik denk dat het komt wel te sprake in het... Gaan we beginnen met een hele korte advertentierubriek. Want het moet korter en de waanzinbar moet langer, vinden wij. Deze zijn de laatste exemplaren in de webwinkel. Er wordt ook daarna niet meer herdrukt. Althans, zeker niet in deze vorm. We gaan wel op zoek wat we eventueel als vervanging kunnen aanbieden. Maar dat zijn hele leuke hoesjes waar je je telefoon in kan doen. Alles blokt die, behalve je 5G. Dus die moet uit. Als je hem, je moet je 5G uitzetten, want je 5G gaat door een kooi van Faraday heen. En dat toont ook maar weer aan dat 5G totaal ongezond is. Want als 5G door een kooi van Faraday heen gaat, dat is niet gezond. Okay. Dus je hou je 5G gewoon altijd uit, doe ik ook. 4G is echt snel zat en meer heb je echt niet nodig. Maar dit hoesje blokt dus alles, al het andere. Je wifi, je bluetooth, je 4G, je autosleutel. Dus als je hem naast je bed wil hebben 's nachts, dan kan dat. Dan kun je alles erin doen. Als je je autosleutels in de hal bewaart, waar de auto vaak ook nog dichtbij staat, dan kan die gestolen worden met het signaal van de autosleutel door dieven die zo'n apparaatje hebben. Doe je hem hierin en leg je hem in de hal, kan het niet, want het signaal kan niet opgepikt worden. Dus hij is ontzettend handig. Twee herdrukken, Menno. Twee herdrukken. Dat zijn maar liefst deze. De Ontscheping, echt een waanzinnige klassieker. Een roman. Maar ja, te mooi. Dit is echt de mooiste roman uit ons fonds. Die is herdrukt omdat Don Arturito, Arthur van Amerongen, een prachtig stuk op geen stijl heeft geschreven om te vieren dat dit boek 50 jaar... bestaat. Dat misschien leuk om aan te geven, Tom. In welke trend is het boek een beetje geschreven? Want De Ontscheping is natuurlijk een titel. Het is een roman. Wat ik begreep is een beetje dat het vergelijkbaar is ook met 1984. Leuker dan dat. Ik vind 1984 niet om door te komen. Ik vind dat echt een ja, dat zijn van die geprogrammeerde verhalen waar ik snel de fascinatie bij verlies. En dit is echt, dat heb ik bij deze dus niet. Het is echt een topstuk. Kijk. En dan hebben we nog Douglas Murray, ook herdrukt. Het opmerkelijke einde van Europa over immigratie, identiteit en islam. En die loopt echt heel erg lekker. Dus u heeft daar belangstelling voor, betekent dat. En daarom hou ik me even omhoog. Want waar u belangstelling voor heeft, is natuurlijk ook voor anderen een tip. Eurobijbel van Arno Wellens. En dan komen we ook gelijk bij de roddelrubriek aan. Want ik was dus op het Gezond Verstand evenement afgelopen weekend in Antropia in Driebergen. En dit boek vloog daar echt van de tafel af. Dat was Roofgoed. Samen met dit boek van Kees van der Peil, Tragedie van Oekraïne. Ook Roofgoed, er ging maar liefst een hele doos doorheen. En toen was het ook op, want meer had ik niet mee. Maar beide boeken dus enorm actueel. En waarom? Nou ja, CBDC's zijn nog steeds heel actueel. Arno Wellens is de enige, of de journalist die alles ervan weet. Zo moet ik dat eigenlijk zeggen. En dan hebben we natuurlijk nog Catherine Austin Fitz, die alles weet van de Amerikaanse CBDC's, of de meer internationale markt. Maar hij is op het gebied van de euro heel erg thuis. Maar toch wel, dat is journalist die in Europa het meest thuis is in wat er gebeurt. Ja.
Ja, en dat geldt eigenlijk voor Kees van der Pijl ook op het gebied van die oorlog in Oekraïne en de MH17 tot en met nu. De Krim, alles komt er langs. Alles wordt in een perspectief gezet en in een goede tijdlijn. En dan weet u alles wat u erover moet weten, want het boek is niet heel dik, maar wel ongelooflijk belangrijk. In 280 pagina's, inclusief voetnoten, weet u wat u moet weten. Zo is dat maar eens een keer. Ik vind het eigenlijk wel genoeg geweest. Ja, ja, er komt zoveel aan. Dus de komende weken krijgt u zoveel nieuws van ons op het gebied van boeken, op het gebied van tuin en op het gebied van luxe. Kijk. Over luxe gesproken. Tom, nou heb je wel... Klaar. Je houdt het je verkeerd omstaan. Dat, ja, hij stond naar mij toe. Kijk. Ja. Maar hij ligt dus klaar. De wijn hangt al prachtig in het glas. Oh. Dat moet altijd even luchten. Dus ja, dat hebben we even laten luchten. Heerlijk. Die sigaar die gaan we nu knippen, vind je niet? Ja. Ja. Laten we daarmee beginnen. Oké. Okay. En dan van start met de roddelrubriek. Want ik was natuurlijk in Antropia, zei ik al. Ja. De gezond verstand. Ja. Missen. Dus jij hebt een aantal spannende roddels, hoorde ik. Ja, en dat was leuk. Nou, kijk, iedereen loopt daar. Kijk, wij komen natuurlijk altijd uit het noorden. Dus wij hebben een voordeel wat daar niemand heeft in het westen. Oké. Okay. U kijkt vaak ook vanuit het westen, want daar zitten nou eenmaal de meeste kijkers. Maar wij in het noorden, Menno werkt niet voor Black Box, Gezond Verstand, Weltschmerz en nog 5 media. En ik ook niet. Dus ja, punt 1. Als gasten hier komen, krijgen wij vaak toch wel wat nieuws te horen wat we vandaar. Ja. Maar als wij daar zijn, dan gaat ook iedereen tegen ons aanpraten wat er dan weer gebeurt bij Black Box, Weltschmerz, de Gezond Verstand en de andere krant. Ja. 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 Klopt. Dus dat, wij zijn toch een beetje in dat opzicht wel een eilandje. Hè? Dat, wel een heerlijk eilandje. Ja. In alle rust. En dat besef ik maar eens te meer als ik met zo'n lekkere dikke sigaar op zondagmiddag in mijn tuin zit in het zonnetje en van het prachtige Weidse Groningse land geniet. De eerste geurtjes van prachtige brandende tabak vullen alweer de studio. Ja. Heerlijk dit. Ja. Kijk. Zo, kijk. Duitse kwaliteit vlammenwerpers. Lange traditie. Dat kun je merken. Ja, hè? Jij was dus op dat evenement. Ja. En wat heb je allemaal gehoord dan? Want jij hebt roddels, zei je. En jij stuurde mij een berichtje. Ja. Bizarre dag gehad. Ja, bizarre dag. Ja, dus ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat... Ik heb verder niet gevraagd. Ik dacht, het komt allemaal nou, wel kijk, te sprake. Ik wil er ook niet te veel van zeggen. Maar er gebeuren hele rare dingen bij Weltschmerz. Ja. En ook zonder dat de mensen die nu allemaal zijn opgestapt en weg zijn gestuurd, de kans krijgen om daar verweer tegen te bieden. En want er ging een e-mail rond van Weltschmerz dat Pieter Stuurman niet aan de verwachtingen had voldaan en weg is gestuurd. Maar Pieter Stuurman is zelf opgestapt en heeft het 3 weken volgehouden. Oké. Okay. Omdat de vorige eigenaar van Weltschmerz er alles aan gedaan heeft om een coup te plegen en weer terug in het zadel te komen. Ja. Daarbij zodanig iedereen in de harnas heeft gejaagd dat iedereen is opgestapt bij Weltschmerz, inclusief Pieter Stuurman. Mm-hmm. Maar die zat er maar 3 weken, dus die kan onmogelijk niet aan de verwachtingen hebben voldaan. Laat staan dat degene die nu weer de zaak terugveroverd heeft, dat hij ook maar iets te zeggen had over de koers van Pieter Stuurman. We hoeven toch niet om de soep heen te draaien? We kunnen toch gewoon die naam noemen, of niet? Want iedereen weet toch wie dat is? Of? Ja, joh, ik bemoei me daar ook verder niet mee. Maar ik vind dat wel bijzonder, want Pieter loopt er natuurlijk ook al veel langer rond. Ja, ook dat. En uiteindelijk heeft hij dus het stokje overgenomen. Mm-hmm. Nadat, laat mij het dan zeggen, ik weet van niks. Als ik fout zit, mag je me corrigeren. Okay. Volgens mij heeft Max daar een lichte vorm van dictatuur gedraaid. Op een gegeven moment een aantal mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Nou, dat liep steeds moeizamer. Is eruit gezet. Ja. Voelde zich daardoor heel verongelijkt en heeft daarna een coup gepleegd, die dus ook geslaagd is. Ja, hij heeft dus aandelen. Dus Weltschmerz is blijkbaar een aandelenconstructie. Ja. Niet dat daar winst gemaakt kan worden of iets dergelijks. Maar er zijn blijkbaar aandelen van Weltschmerz. En die waren verdeeld volgens mij over 2 of 3 personen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar okay. Max heeft... Er was iets waardoor hij wel de aandelen kon houden, maar geen stemrecht en invloed meer kon krijgen op de redactie en in de koers. Dus dat was ook volgens mij notarieel vastgelegd. Ja. Toen bood hij een andere aandeelhouder al zijn aandelen aan voor 1 euro per stuk. Mm-hmm. En die aandeelhouder had er wel oren naar. Dus die zei tegen de redactie van, ja, Max wil mij zijn aandelen overdoen.
En de redactie vond het goed. En toen zeiden ze van, maar dan moet wel dus die beslissingsbevoegdheid eraf van die aandelen. Ja. Want anders kan het niet. Zoiets was dat. En, Want dan zou diegene feitelijk alles voor het zeggen krijgen. Ja. Oké. Okay. Nee, anders kon de deal niet doorgaan. Dus hij mocht zijn aandelen niet verkopen zonder toestemming van de... Want er is helemaal geen beslissingsbevoegdheid op die aandelen van Max. Oké. Okay. Hmm. Uiteindelijk, even kijken, hebben ze dat dus opengezet. Dus er werd weer beslissingsbevoegdheid aangehangen om die aandelen te kunnen verkopen. Vervolgens heeft Max ze niet verkocht, maar heeft hij gewoon weer toegang tot de redactie. En toen is iedereen weggegaan. Oké. Okay. Dus, okay. En die aandelen zijn dus niet verkocht. Ah. En dus dat was gewoon een truc om weer binnen te komen. Dus waarschijnlijk zo van, okay, als jij je aandelen verkoopt, zetten wij die bevoegdheid er weer op. En dan is de afspraak dat jij ze verkoopt, maar ja. Voordat dat geregeld was, heeft hij... Maar er was ook wel sprake van dat uiteindelijk iedereen die spelletjes zat was. Dus ook, toen zei iedereen van okay, laat allemaal maar, we gaan wel weg. Ja. Zonde. Ja. Nou, Tom, proost jongen. Dat op het gedaan. Rustige noorden dan maar. Ja. Hier is het toch allemaal een stuk minder. Hè? Hoe was jouw opname met onze vriend de cabaretier? Chris. Ja. Ja, ik vond hem heel leuk. Chris volgens mij ook. Mm-hmm. We hebben echt heel veel plezier gehad. Ja. Maar ja, de mensen kunnen dat zelf gaan beoordelen. Precies, natuurlijk. Ja. Staat er, als het goed is, als deze video online komt, staat die video net ook 2 of 3 dagen online. Kijk. Dus dat is geregeld. Maar ik kwam dus Jonathan Crispijn. Zijn maatje kwam ik tegen op die gezond verstands meeting. Oké, ja. Dat was leuk. En natuurlijk ook gewoon een leuke vent, altijd mee lachen. Ja. Die werkt voor Ongehoord Nederland. Ja. Ja, dus ja. Die kwam van een of andere demonstratie of zo. Of van de A12. Oh, iets met A12. Ja. Dus je had daar weer alles meegemaakt en zo. Hij was niet blijven plakken aan het asfalt? Nee, hij is niet vastgezet ook niet. Oké. Okay. Nee. Ik hoorde wel dat iedereen die daar was en opgepakt is om het hoekje weer vrijgelaten werd, zodat ze weer terug konden. Ja, ze moesten wel de aantallen wat in stand houden. Ik zag iemand op een brancard afgevoerd worden. Ja. Zodra die bij de politieauto kwam, lieten ze die brancard zakken en hij liep gewoon weer weg. Ja. Er was gewoon, hij werd afgevoerd en echt knettergek. Ja. Ja. Bizarre taferelen. Gewoon weglopen. Ja. Ja, dus dat is een bizarre taferelen, allemaal alles voor de media. Ja. Ja. Maar heb je verder nog leuke dingen gehoord of gezien? Nou ja, kijk, Jonathan Crispijn die is altijd zo van de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook een beetje wat mij een beetje stoort in die brede beweging. Dat vrijheid van meningsuiting, altijd maar dit en dat. Ja. Dus hij herinnerde mij nog aan mij eraan dat ik hem ooit een vrijheid van meningsuiting fundamentalist heb genoemd. Oké. Ja. Kijk, voor mij is vrijheid van meningsuiting geen fundament van de beschaving in geen enkel opzicht. Het is uiteindelijk een vrijheid die voortvloeit uit fundamentelere vrijheden, maar die nooit absoluut is natuurlijk. Dus het is geen grondvrijheid in die zin. Maar daar hebben we het zo wel over. Maar er stonden steeds een heel clubje mensen bij elkaar en schrijvers van de andere krant. En die werkten dus ook allemaal... De een werkt voor de andere krant en Blackbox, de ander voor de andere krant en Weltschmerz. En weer iemand voor de andere krant en Gezond Verstand, ja. Et cetera, et cetera. Oeh, dat is niet goed. Nou, ja, dat vind ik dus ook niet. Nee. En ik heb daar, ik heb de laatste weken met deze en gene, links en rechts, toch echt wel een keer het probleem van het niveau aangesneden in de alternatieve media. Ja. Kijk, deze waanzinbar is natuurlijk gewoon, het is wat het is. Het is gewoon een roddelrubriek en een beetje lachen om het nieuws van de week. Maar ja, wij hebben ook wel serieuzere programma's als het seizoen weer begint, later in de maand. Ja. Deze is echt lekker, joh. Ja, hè? Ja. Maar... Ik vind dat de andere krant toch wel echt niveau tekort komt. En... Maar kijk, Tom, ik vind dat... Je hoeft jezelf daar niet eens voor te verontschuldigen, vind ik. Want wij hebben gewoon gekozen om dit te gaan maken als een format... Ja. Wat onderdeel is van ons hele genre. Ja. Karel van Wolver heeft gewoon iets goeds neergezet. Ja. Maar die auteurs die worden nauwelijks of niet betaald. Hè? Dus alleen de cartoonisten van Gezond Verstand worden betaald. Dus dat is een helder model. En Karel van Wolver is ook qua hoofdredacteur echt van een heel ander kaliber dan Karel Beckman. Ja. Die gewoon journalist is geweest, maar redactioneel of team aansturend. Ja, kijk, ik zit er natuurlijk niet in. Ik hoor van alles, dus daar ga ik verder niks van zeggen. Maar weet je, het is... Er zitten weer grote investeerders achter. Ja.
En een jaar geleden speelde het net wel of net niet Kiet. En dat is nu nog steeds zo. Die cijfers, die oplagecijfers zijn min of meer hetzelfde als een jaar geleden van de andere krant. Maar elke auteur krijgt wel betaald en fors ook. Mm. En ik weet van een aantal auteurs, dat, of bij mensen die bijdragen aan gezond verstand, dat ze schrijven voor het brood. Want je krijgt betaald voor een stuk en dat is, het is niet eens heel slecht. Toch staat die andere krant bomvol met columns en opinie en zo, en allemaal meningen. En af en toe komt er iets over corona of de spuit voorbij, wat dan weer iets meer feitelijker is. Maar dat afgelopen nummer ook. Weet je, dan staat er een 2 volle pagina's interview met Rob Muns, zo'n vriendje van Arthur van Amerongen. En dan vind ik Arthur van Amerongen een goede auteur, een goede schrijver. Maar wel een natuurlijk met een liederlijk leven, wat een geregeld onderwerp is van zijn columns. En wat ik in die zin gewoon cheap vind. Okay. Ik vind het gewoon heel goedkoop. Ik lees Arthur omdat of hij schrijft mooi en goed, of hij heeft echt hele unieke dingen. Of hij neemt het op voor iemand. Weet je? Maar die Rob Muns, dat is gewoon echt een achterlijke gladiool. Ik heb wat stukjes van dat interview plakken we in beeld. Want dan kunnen mensen dat zelf lezen. Het is echt zo rancuneus. En dan gaat hij er prat op. Maar rancuneus dat, naar wie dan? Nou, hij gaat er dus prat op dat die vroeger evangelicals in Amerika ging die interviewen. Ja. En dan liet hij ze Nederlandse woorden zeggen. En dat waren vloekwoorden. Oh. En dan vond hij het geweldig tof dat die evangelicals zaten te vloeken in het Nederlands. Wat ze niet wisten. En die mensen weten helemaal niet wat ze zeggen. Ja, en dan zegt hij dus in dat interview met de andere krant, ja, dit kan niet meer vanwege woke. Nee, wat de hek, weet je. Het is de schuld van woke dat hij geen christenen meer belachelijk kan maken. Ja. En in hetzelfde stuk klaagt hij over de nieuwe generatie die ook woke is. En zijn dochter is gay en daar kan hij allemaal niet over praten, want ze is ook helemaal woke. En dan klaagt hij in de andere krant over zijn eigen dochter die hij zelf opgevoed heeft. Ja. Nou ja, dan weet ik onderhand wat voor opvoeding zo'n kind gehad heeft. Ja. En je zou bijna zeggen van het was niet te voorkomen met zo'n pa. Hmm. Maar die krijgt dan een spread, gewoon een dubbele pagina in de andere krant. En op de voorpagina of achterpagina ergens nog een soort een halve pagina aankondiging dat Rob Muns geïnterviewd wordt. En het is ook niet de eerste keer dat ik me enorm stoor aan de rare opbouw en dingen die er in die krant staan. Kijk, en dan kun je nog verzinnen van ja, het is een weekblad, ze moeten die krant vol krijgen. Lastig, lastig, moeilijk, moeilijk. En dan ben je afhankelijk van wie wat doet en wie wat wil en zo. Maar ja, het is ook gewoon afhankelijk van wat voor redactie je hebt. En wie je potverdikkie gewoon in die redactie zet. En wie je vraagt om mee te want je betaalt dus blijkbaar iedereen. Ja. Ja. Iedereen krijgt betaald voor zijn stuk. Er is niemand die vrijwillig werkt daar. Nee. En daar ga je dan ook prat op. Dus dan zul je toch ook kunnen kiezen uit wat voor mensen. Maar het is toch wel, het begint echt een verlopen hippiebende te worden. Nou, en dan ga ik gewoon eens even satirisch flink onderste uit de kan halen. Maar ik vind het echt soms niet om aan te gluren. En een paar pagina's eerder van dat stuk van Rob Muns staat 1 hele pagina waarom we blij moeten zijn met vluchtelingen en meer begrip voor moeten kweken. En weet ik veel wat, dat stuk krijgt u ook in beeld te zien. Ja. En ik vind het gewoon totaal schofferend. Het is schofferend naar christenen. Het is schofferend naar iedereen die zo ongelooflijk veel problemen heeft in rond Ter Apel en Budel en waar dan ook. En ook in de grote steden, in de centra. En dat je zo'n een of ander blijkbare linkswijf zo'n stuk laat schrijven of plaatst. Ik vind het echt te bizar voor woorden. Weet je, het was al een beetje een yoga of zen-boeddhistisch missionair blaadje. Ja. Want er komt geen christen of geen christelijk geluid in te pas. Laat staan dat het zich ook maar iets aantrekt van de traditie van Europa. Weren ze dat? Nou, ik zie het niet staan. Nee, maar weren ze het of is er gewoon geen aanbod? Want dat is natuurlijk ook nog een optie. Je betaalt mensen. Je kunt toch gewoon vragen? Ja, oké. Okay. Tom schrijft een stuk. Ja. En nu doe ik dat niet. Nee. He, want je hebt al die verlopen hippies zoals Twan Ronge, Karel Beckman. Ik, met alle respect, Ab Gieterlink. Daar heb ik nog wel echt wel sympathie voor. Fijne vent. Ja. Maar zelfs de voormalige linkse, of misschien juist linkse lui als Ab Gieterlink en Kees van der Peil maken zich absoluut nooit schuldig aan dit soort goedkope propaganda voor het een of het ander, of rancune. Hmm. Om daar ook maar inkt aan te gaan verspillen. Die doen dat niet. Mag ik even inbreken? Nou.
Ik vind het prachtig al jouw Rens. Maar we krijgen wel van onze kijkers en luisteraars, dus jullie, kregen we wel het commentaar. Tom, we vinden je wel heel negatief over... Ja, ben over ik de, ook. En ja, het is en nou wel de bedoeling dat we een keer een beetje samenkomen. Ja, precies. En, nou, daar kom ik op terug. Dat was heel leuk, want dan heb ik een leuke anekdote voor. Kijk. Op een gegeven moment, 's avonds laat, dan is het programma klaar om 9:00. En iedereen heeft zijn dankwoordje gehad en flessen wijn werden uitgedeeld. Trouwens, bedankt voor die fles wijn. Was erg, erg lekker. Goede fles. Okay. En, waarom ik er een kreeg, weet ik niet. Want ik stond alleen gewoon met een mooie stand van de Blauwe Tijger. En Parelmoer. En Parelmoer, jazeker. Ja. Want we hebben natuurlijk wat in huis. We zijn nog niet officieel gelanceerd. Maar ik wou het al wel even mooi uitstallen. Ja. Ik wil ook even laten zien waar ik mee bezig ben. Maar om 9:00 of zo, hè, drank. En dus ik ging mijn auto inruimen. Auto ingeruimd, auto weggezet, weer terug. En dan denk ik, verder kan ik nog even 1 of 2 glaasjes drinken. En dan hoef ik daarna niet meer in te pakken. Dus gedaan. En word ik in 1 keer aangesproken door een... Marokkaanse vrouw. Geen punt trouwens, hoor. Was gezellig, dus je een glaasje wijn gedronken. Maar ze bleef plakken en dan sta je op een gegeven moment met 4 kerels. Zij lekker gezellig te praten met Peter Tonen en nog zo'n paar kerels. En dat mens dat werd steeds agressiever. Die had blijkbaar een kwaaie dronk. Dus hoe meer ze dronk, hoe aandachtsgelder ze werd. Ja. Na 1 uur was ik er echt wel zat. Ik had er al wel hints gegeven om te negeren. Ik had ook de andere mannen ook hints gegeven van zullen we haar negeren. Hè? Met een knipoog, maar toch wel van dit wordt vervelend. Maar ze bleef als, en dat is een heel klein opdondertje. Ja. Ze bleef als een heel echt borderline, bleef ze zich maar in de picture spelen. Okay. Ik denk van, dus op een gegeven moment zei ik van, ben je ook een aandachtshoer? Ik was er echt helemaal klaar mee. Maar ze hoorde maar 1 lettergreep. Ja. Ik zei letterlijk, wat ben je een aandachtshoer ook. Hè? Ja. Ja. Dus zij hoorde juist de andere lettergreep. Ze zei, hoer, hoer. Je moeder is een hoer, je zus is een hoer, je dochter is een hoer. Toen kwam ze met haar vuist zo, deze dit. Je moet wel oppassen, hè, zo. Ik zeg, nou, volgens mij moet jij nu even oppassen. Maar heel rare anekdote. Terwijl zij kwekte zich in dat gezelschap de hele tijd. Het eerste... 20 minuten, zeg maar, met maar 1 boodschap. Ze zat echt heel erg opdringerig van... Ja, maar jullie moeten wel echt... We moeten nu echt wel eens een keer met z'n allen gaan luisteren naar elkaar. We moeten echt, echt meer luisteren naar elkaar. En meer luisteren naar elkaar. Oké. En toen was ik nog een beetje goedwillend. Ik zei van, ja, ik heb ook een van mijn beste vrienden is Turks. En is echt een fijne vent. En we luisteren ook al. Nee, maar Turks. Ging ze weer over. Dus ze viel me steeds in de reden. Met de boodschap dat we moesten luisteren naar elkaar. Ja. Dus de vrijheid van meningsuiting. Die was er wel. Ja. Maar dat was een beetje raar. Ja, kun je dan niet. Ik ben altijd bereid te luisteren. Maar iemand moet wel iets te zeggen hebben. Mm. Maar ze hield pas op toen ik dus echt de scène een beetje tot uitbarsting liet komen. Ja. En dat is een beetje gênant naar de rest van het gezelschap. Maar weet je, ja. ik ben er dan zo klaar mee. Okay. En weet je, dat is een beetje dat rechtse vrijheid van meningsuitingsdiscours. Dat je mag tetteren en beledigen in andermans gezicht. En maar totaal natuurlijk niet luistert of wat dan ook. Het is alleen maar kwetteren en kwaken. En ik vind het behoorlijk agressief. Maar het leuke is dus, die Jonathan... Chris Pijn. Ja. Die echt, had het grootste lol mee, net als met Chris, weet je. Fijne kerels. Ja. Dus die zei dat tegen mij. Van ja, je hebt mij toen uitgemaakt voor vrijheid van meningsuitingsfundamentalist. En die heb ik in mijn Twitter-bio gezet. Ja. Dus hij vond dat heel leuk. Ja. Zeg ja. Nou, kijk, het is niet omdat ik tegen de vrijheid van meningsuiting ben, maar nee. Omdat het niet interessant is. Ik vind het veel interessanter, toen was die Marokkaanse er nog bij, dat je ook een levensovertuiging hebt. En dan bedoel ik niet liefde, verbinding en wat was die derde ook alweer? Hè, dat is nu een beetje soort de metafysica van de bappies geworden. Maar dat is natuurlijk geen fundament. Wat ik bedoel is dat we gewoon onze afkomst niet verloochenen. En dat er een moslim is en een katholiek is katholiek. En dan heb je dus een levensbeschouwing. Je hebt een levensvisie, je hebt een mensvisie, je hebt een wereldbeeld. En als je dat allemaal hebt... Dan, die vrijheden rusten daarop. Dus dan heb je ook een mening. Maar die mening hangt natuurlijk af van je wereldbeschouwing. Ja. En
Kijk, ik ken te veel mensen die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan, maar die totaal nihilist zijn. Dus dat zei ik ook tegen Jonathan, want hij snapte het nog steeds niet helemaal. Mm-hmm. Jonathan is gedoopt, weet je, is katholiek opgevoed, okay. Op school gezeten. Ja. Dus die heeft echt wel meer bagage dan iemand die ik niet zal noemen. Ik zei ook van, ja, hoe kan je nou vrijheid van meningsuiting aanhangen om een mening te ventileren, om een niet-mening te ventileren. Want als je een nihilist bent, een nihilist heeft geen mening. Weet je, dus gewoon, nihilisme is gewoon vernietiging van alles. Maar dan doet ook niks ertoe. Nee, maar wel vrijheid van meningsuiting. Ja, dus ja. Dat is heel... Dus, maar dat is ook wel de hele volgorde. Dus die vrijheid van meningsuiting, die erken ik wel. Dat heeft ook wel een zeker nut, maar vooral ten opzichte van de staat natuurlijk. Maar niet ten opzichte van elkaar. Ik waardeer iemand omdat hij een goed christen is of een moslim. Of een Jood. Of gewoon een goed mens. Nou, ja, maar ja, je moet toch wel echt een mensbeeld en een wereldbeschouwing hebben, vind ik. En niet, je kunt niet vanuit het niets meningen verkondigen, want die zijn daar niet in het niets. Oké. Okay. Ja. Dus jij zegt, buiten het geloof bestaan geen meningen? Wereldbeeld, zei ik. Ja, oké, okay, ja. Maar wat is atheïst dan ook een wereldbeeld? Nee, dat is belachelijk. Ja? Ja. Kijk, je kunt agnost zijn. Ja. En dan zeg je van, ja, ik weet het niet. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een bekende atheïst, Jan Roos, onlangs in zijn podcast horen zeggen... Of die zegt in elke podcast dat hij atheïst is. Ja. Maar dan lacht hij Dennis, zijn maatje, lacht hij uit... Omdat Dennis niet in aliens gelooft. Ja. En Jan dus blijkbaar wel. Oké. Okay. Dus ik denk van ja, dus dat evolutionaire wereldbeeld... dat hebben we natuurlijk al vaker onderuit gehaald. En ook met Peter Borger. Het kan gewoon niet. Maar dat is dus voor hun de hypothese... waarmee ze enerzijds denken dat het geloof in God belachelijk is... maar anderzijds dat het geloof in aliens volstrekt rationeel is. Ja, je kunt het met elkaar vergelijken in zekere zin. Nou, het zijn wel twee hele andere dingen. Ja, maar, alleen ik vind het dan weer zo koddig dat de ene na de andere atheïst, zoals ook Bart Nijman, die geen stijl, heeft dat ook wel eens uitgehaald. Denk je van, oké, atheïst, lachen om je fantasievriendje. Dat is dan hun humor. Okay. Het zal wel. Maar dan zie je ze gewoon in één keer met de UFO's en aliens. Gewoon volstrekt serieus. Ja, nee, dit is wel. We moeten wel. En ik vind, ja, jongen. Knettergek, joh. Maar laat ik het een beetje... Dat is toch belachelijk? Ja. Nee, maar kijk, je kunt agnost zijn. Hè? Dus ja. Als je niet een soort religieus zintuig hebt en gelooft in het bestaan van God... dan kun je alsnog niet de positie hebben van God bestaat niet. Dat kun je niet zeggen. Nee. Of ik geloof alleen maar in zichtbare dingen. Ja. Maar laat ik een beetje verduidelijken dan. Hè? Want wat ik net bedoelde toen ik zei, je kunt die twee dingen met elkaar vergelijken... is dat hun dan aliens ook als een hogere macht zien, als het ware, vaak, hè? Die worden vaak gezien als een superieure... Het gaat om de manier waarop... Ja, dat speelt wel mee. Maar het gaat, de manier waarop is... God is je fantasievriendje waar je mee praat. Dus je leeft in een soort waanwereld. Want je praat met iemand die niet bestaat. Daar lachen ze dan om. Ja. Maar aliens zijn geen fantasievriendjes. Nee. Ze hebben nog nooit een alien gezien. Ze weten niet eens of ze bestaan. Maar ze weten toch zeker dat ze er zouden kunnen bestaan. Als je nu nog niet doorhebt wat de CIA allemaal geflikt heeft... op het gebied van UFO's en alle andere troep... die ze gewoon geïnjecteerd hebben, dan denk je van ja, die... Kijk, als mensen... We hebben het vaker gezegd, hè? Als mensen niet meer in God geloven, dan gaan ze in alles geloven. Ja. Zo is het wel. Ja, klopt. Goh, ik vond het net toen je dat stukje had over die meneer, die Rob Muns. Rob Muns. Toen kwam ik eigenlijk bij een van de vragen die ik je wou stellen in... jij zei dus ook, het voelt heel erg alsof het uit rancune geschreven is, hè, tegen bepaalde... Nou, en ik had dus een paar dingen opgeschreven waar ik graag wat dieper op in wou gaan. En dat sloot zo mooi aan daarbij. Het begint alweer heel zwaar. Nou, kom op. Ja, nou, we kunnen ook eerst gewoon over Gerrit Hiemstra. Nee, maar, ga je gang. Nou, Gerrit Hiemstra en Lilian Marijnissen, die moeten maar even wachten. Ik heb een paar vragen en ze sluiten eigenlijk allemaal op elkaar aan, maar ik heb ze eigenlijk wel onderverdeeld. En ik... Kijk, mijn vraag is, hoe ver gaat de indoctrinatie, en dan betrekkende op het schoolsysteem en opvoeding, wil ik die eigenlijk uitsplitsen? En zijn wij nog in staat om het überhaupt te herkennen en ook tot zelfreflectie, zeg maar? Hè? Want dat is de... Die twee dingen vind ik heel... Want op een gegeven moment, als je... onbewust geïndoctrineerd wordt, wat toch wel gaande is, denk ik. Hè? Ja. Ja,
In hoeverre ben je dan ook nog in staat om dat te kunnen herkennen en om er iets aan te doen? En dan kom je dus ook, wat je net zei, van die man, zijn dochter is dan gay, maar ja. En hij kan die discussie niet aangaan. Mm. Omdat gewoon een puber is natuurlijk. Ja, maar ook vanwege dus dat hij is ook niet in staat geweest om die indoctrinatie, zeg maar, bij zijn dochter dan. Ja. Want die herkent zichzelf waarschijnlijk heel erg in het wereldbeeld. Mensen moeten dit boek lezen. Het vaderloze tijdperk. Weet je, dan snap je al heel veel. Ja. Rob is nooit, het adolescentie is die nooit te boven gekomen. De adolescentenmaatschappij van Robert Bly. Dat is ook zo'n heel erg fundamenteel boek. Dat ja. Ons maatschappijbeeld, dat hippie, die 68-generatie, die houdt zichzelf gewoon altijd 18 of 19, weet je. Dat is, die komen gewoon mentaal die leeftijd nooit voorbij. Maar die zijn dus ook niet in staat om echt vader te worden, omdat ze nooit volwassen zijn geworden. Ze kunnen wel kinderen verwekken, dat was seks, rock and roll en alles. Maar toevallig komen er dan waarschijnlijk ook kinderen uit. Maar ze kunnen ook geen kinderen opvoeden. Nee. Weet je? Dus je kunt, als je zelf niet die adolescententijd te boven komt, kun je natuurlijk nooit het vaderschap. En je hebt, je moet vader, je moet een volwassen man zijn, je moet vader zijn voor je bij je kind elk kind internaliseert het eigen vaderbeeld. De vader staat toch voor gezag en voor ordening. Dus wil je je geest gewoon rijpen en zelf volwassen worden, dan moet je dus toch een soort vaderbeeld geïnternaliseerd hebben. En dat kan niet in een maatschappij waarin je alleen maar vrouwen en kinderen hebt en mannen een soort tweede moeder zijn. Ja. Dat gaat niet. Je kunt er niet een beetje bij hangen, want dan neem je je plek niet in als vader. Nou, Rob Muns die heeft overal ter wereld gekke dingen uitgehaald. In Italië is die Hitler gaan spelen en in Amerika liet die evangelicals vloeken in het Nederlands. Ja. Wauw, nou, daar ben je. En toen kreeg hij ook nog de Nipkoff-schijf. Zo'n radioprijs of zo. Weet okay. Ik veel. Ja, boeien. Ja. En dat moet dan in de andere krant. Hè? Aangeprezen worden dat Rob Muns winnaar is van de Nipkoff-schijf. Stond er wel 2 of 3 keer in. Ja. Ik vind, ja, flikker op man met je mainstream media prijzen. Nee, okay. Sinds wanneer is dat een aanbeveling? Maar kunnen we hem iets... Je hebt gewoon gepuberd voor de VPRO en voor de rest heb je nooit iets gepresteerd. Je hebt zelfs je kinderen verkwanseld. Op sodemieteren met dat tuig uit onze media. Eerst tijd voor een beetje zelfreflectie. Nou, weet je, kijk ik zei ook van Arthur van Amerongen vind ik echt wel een uitzondering. Maar we missen goede schrijvers en goede denkers in ons. Misschien hebben we ze ook wel. Laat ik daar maar voorzichtig mee beginnen. Maar je ziet ook bij de andere krant echt gewoon een gebrek aan ideevorming. Het flubbert alle kanten uit. Het is gewoon echt, het wordt bijeengeraapt zo. Je zit geen structuur in, ligt geen ideeën aan ten grondslag. Er zijn ook geen denkers bij betrokken. Het zijn alleen maar doeners. En het maakt ook allemaal weer ruzie met elkaar. Het enige feit waarom de andere krant nog bestaat is omdat ze hun auteurs betalen en dus mensen wegtrekt bij Gezond Verstand. En zelfs ook bij Epoch destijds. Okay. Dat is ook incidenteel gebeurd. Ze benaderen ook schrijvers achter mijn rug om. Dat wel goede schrijvers zijn. Want in Epoch staan wel hele fundamentele artikelen. Wij doen het met... Wij betalen ook niet. Net als Karel van Wolveren niet. Nee. Er zijn ooit 2 mensen aangetrokken die echt betaald hun stuk konden inleveren. Mm-hmm. Maar dat doen we niet meer. Ik vind dat zo... Je maakt gewoon een mooi krant met een paar mensen. En dan in één keer dan worden auteurs een worst voorgehouden. Ja, maar je kunt ook bij ons schrijven, dan krijg je wel geld. En dan op een gegeven moment zit daar iedereen. En dan kan het nog steeds niet uit, want ze draaien nog steeds alleen maar net wel, net niet kiet, spelen ze. Weet je, en dan denk ik, dus na 2 jaar zit je nog steeds auteurs bij anderen weg te vreten. Je zuigt ze weg met geld, wat ooit gedoneerd is geweest om die andere krant van de grond te trekken. Mm-hmm. Maar op zichzelf draait het niet. En dat is Epoch wel, en Gezond Verstand ook. Dat draait op zichzelf, stand-alone. Op gewoon eerlijk, op de manier waarop het draait, draait het. Dus grotendeels vrijwillig. En dan word je gewoon eigenlijk... Nou, weet je, mensen worden... Je voelt gewoon mensen... Sommige mensen bellen me ook op. Zeg van, ja, ik ben gevraagd als auteur en wat moet ik doen? Ik geef wel eens advies. Ik zeg nooit dat ze het niet moeten doen. Maar ik weet inmiddels wel wat voor vlees ik in de kuip heb. Maar ik heb dan wel... Hoe kan het dan dat
toch die inhoud er niet uitkomt. Want ik vind persoonlijk dat dat er in Epoch wel uitkomt. Ja, gezond verstand ook. Ja. Kijk, het ziet er niet zo goed uit. Hè. Gezond verstand is niet gelikt. En ik vind die obsessie van Karel van Wolferen met alleen cartoons en dikke blokken tekst... Ja. vind ik minder goed eruit zien, minder uitnodigend. Maar dat is zijn keuze en die respecteer ik. Maar dat is geen antwoord. Mijn vraag is, waarom komt het er dan in de andere kant niet uit? Waarom komt dat niveau dan niet uit die auteurs? Want dat vind ik dan bijzonder. Omdat er in de leiding, in de redactie, in de hoofdredactie... en in de eindredactie geen mensen zitten die met een sterk richtingsgevoel... van deze kant gaan we op. Het is gewoon heel vloeibaar. En ik zou er andere mensen neerzetten. Okay. En er zijn genoeg kandidaten die kunnen wat Karel Beckman ook kan. Ja. Ik vind gewoon... Hij zit er nu toch al 2 jaar en hij presteert gewoon niet naar behoren. Oké. Ja, dus eigenlijk zou het dan beter zijn om bijvoorbeeld toch meer richting gewoon echt... Want in het begin deden ze dat, vond ik wel, een aantal themanummers. Ja, maar dat was toen Sander Compagne nog hoofdredacteur was. Oké. En ik vind dus dat Sander Compagne echt te min over zichzelf denkt. Want hij deed dat heel goed. En dan samen met een aantal andere mensen, hoe heet ze ook alweer, Klinkhamer. Madeleine? Madeleine. Ja. En dat was een heel klein clubje, maar die hadden donders goed door van dit zijn... En er stonden nooit rancuneuze artikelen in, nooit belachelijke stukken. Het was altijd to the point. En er was ook nooit heibel met auteurs. En zo, weet je, en dat is nu allemaal schering en inslag. Ja. Het gaat alle kanten uit, heeft geen idee meer. Er staan echt de meest bizarre dingen mogen er wel in en andere dingen niet. Hmm. En er gebeuren nog een aantal dingen die ik nog niet ga bespreken. Ja. Maar die wel heel belangrijk zijn en die echt wel in het nadeel van de andere krant zijn. Hmm. Dat zijn praktijken die daar op de redactie plaatsvinden. Niet zozeer met mensen, maar wel met inhoud. Hmm. En dat zijn, ik vind dat gewoon, gaat echt de verkeerde kant uit. Wat wel, naar mijn mening, heel erg zonde is. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren wel de ruimte en de kans gehad om een aantal dingen neer te zetten. Hè? Hmm. De vraag was er ook heel sterk vanuit de mensen. En je hoopt dan dat daar iets moois uit kan groeien. Ja. En je ziet nu eigenlijk dat het zichzelf allemaal opvreet. Ja. En ik vind dat wel... En in dat opzicht ben ik het ook wel... We zien dat politiek ook gebeuren. Op de een of andere manier is dan de alternatieve beweging ook wel weer heel goed in staat om zichzelf altijd maar weer buitenspel te zetten op de een of andere manier. Ja, zelfreinigend vermogen. Hè. Dus het is mij ook wel eens vanuit de andere media kwalijk genomen dat ik destijds met de BPOC aan de bel heb getrokken en een aantal andere mensen de samenwerking heb opgezegd die overduidelijk gewoon de grenzen van de journalistiek te buiten gingen. Dat moest ik allemaal niet in het publiek doen. Ik denk van ja, ik werp me maar weer op, weet je. Dus naar buiten mag blijkbaar niemand weten wat Pieter Stuurman wordt aangedaan. En vele anderen bij Weltschmerz. Ja. En ik ben niet bevriend met Pieter Stuurman. Hè. We zitten hier onafhankelijk in Groningen verder niks te doen. Dus ik zie het gewoon allemaal van afstand gebeuren. Ja. Maar dat is met de andere krant ook, weet je. Ik denk dat ik mijn abonnement ook niet ga verlengen. Hm. Ik vind dat... Ik krijg te veel irritatie... En te weinig goede stukken per week voor de... Kijk, want je kunt ook gewoon een abonnement op de Volkskrant nemen. En mijn overweging om NRC en Volkskrant op te zeggen is... van ja, voor die 2-3 leuke stukken per week ga ik geen abonnement op een hele krant nemen. Nee. Maar als ik dat met de andere krant nu ook heb... Ja. Nou, voor die 2-3 leuke stukken ga ik niet een abonnement op een krant nemen. Nee. Sterker nog, ik wil niet dat die andere krant rondslingert bij mijn kinderen... met dat grote Rob Muntz interview en vluchtelingen gedoe. En dan kan het wel heel goed zijn dat Karel Beckman dan zegt... ja, maar wij zijn wel journalistiek en we willen ook alle geluiden een plek geven. We willen ook soms kijken wat daar leeft en hoe die denkt en zo. En ik vind dat totale lulkoek. Want als een journalist zo denkt, dan denkt hij verkeerd. Hij moet niet denken vanuit zichzelf en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Nee, hij moet... Ik als lezer, ik als abonnee wil die shit niet in die krant. Oké. Dus ik denk dat heel veel mensen zich eraan irriteren. Sterker nog, ik weet zeker dat heel veel mensen zich eraan irriteren. Ja. Ik ben niet de enige. Ja. Auteurs die zeggen allemaal van ja, het gaat nu eenmaal zo. Maar ja, ik krijg betaald. Dus weet je, ik hou mijn... Ik vind het wel prima. Ik vind het wel prima. Hoor ik ook van heel veel mensen. Ja. En dan ben je echt gewoon totaal op... Dan zak je door alle bodems tegelijk. Kijk, terug naar de vraag. Hè? Zijn we nog in staat tot reflectie? Maar... Nee. Nee. Nee.
Omdat de grond mist, hè? De gronding mist. De gronding mist, ja. Kijk, ja. Ja. Dat is de... Ja, ja vind ik ook, ja. Ja. Ja, en ik ben dus... En ook het vermogen om, om echt ideologisch te denken. Dus om vanuit een kijk, als je grond hebt en gronding, dan heb je ook een richting. En dan heb je ook een doel. En dan kun je ook synthetisch denken. Dus dingen met elkaar combineren. Je kunt... er is ook plek voor ideevorming. En dat is wat zo verschrikkelijk ontbreekt. Weet je, er is nul ideevorming in de hele beweging. Nul. Ik weet iemand die wel een idee heeft. Nou ja, kijk, mensen als Andreas Kinneging die wij hier laatst hadden. En ik vind eigenlijk ook wel dat Thierry heeft dat vermogen ook wel. Ja. Maar je ziet dat vermogen niet in... Kijk, Karel van Wolver en gezond verstand zitten nou eenmaal niet zo in elkaar. Dat is gewoon puur reportage. En daarin zijn ze heel goed. Ja. Maar met de andere krant zie je dat het totaal de mist ingaat. Omdat er de mist gronding en richting. Maar Karel van Wolver heeft richting en die heeft ook gronding... Puur omdat ik hem goed ken. Ik weet dat die man grond onder de voeten heeft. Ja. Dat is geen losgeslagen idioot. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. En daarom ook een van de nog steeds op zijn 83ste levensjaar... nog een van de allerbeste journalisten van Nederland. Nou, wat moet de andere krant doen om het weer in goede... In het juiste gareel te krijgen? Bepaalde mensenlozen. Ja, er zit niks anders op. Kijk, okay. als je het gewoon niet redt, dan red je het niet. Nee. En... Het is niet één, het zijn er zeker twee of drie die weg moeten. Oké. Ja. Kijk, en heel iets anders speelde ook mee. Weet je, want ik zie dus heel veel van die evenementen langskomen. Hè, dus, en dan sta ik daar met een boekentafeltje en zo. En dat vind ik prima, want weet je, we hebben ook een droge zomer gehad qua omzet. En dan kun je op zo'n evenement kun je wel even wat, net wat extra's bijverdienen. Ja. En wat omzet draaien, want dat is best wel... Dus ja, ik ben daar blij mee. Ja. En dat doe ik dan graag. Ja. Maar dan zie je die sprekerslijst... En dat heb ik nu eigenlijk al 2 jaar. Hmm. En dan zie je die sprekerslijst en dan denk ik van... Jongens, ik heb 2 belangrijke filosofische boeken gelezen. Iedereen die het leest is dol enthousiast en vindt het een van de beste boeken geschreven. Die ze gelezen hebben. Ja, ik heb Jij hebt ze geschreven? Ja, ik heb ze geschreven. Wat zei ik? Gelezen. Oh. Ja, in Maloenen, ja. Kijk onze tuinvideo van afgelopen weekend. Ja, om liefde en verbinding bij de planten te brengen. Ja. En stikstofjes. Ja, ja. En ook stikstofjes gemaakt. Maar jij hebt 2 hele mooie boeken geschreven. Nou ja, kijk, ik vind ze zelf... Ik heb er heel lang aan gewerkt. En mijn doel is om elke 10 jaar een goed boek te schrijven. Oké. Dus ik ga dat zeker niet ook vaker doen. Want het is veel werk. En je moet gewoon echt gewoon groeien met de jaren en in het thema. Maar dus ik ben zeker geen veelschrijver. Maar ik heb wel hele goede boeken geschreven. En ik zie de weerslag daarvan niet... Bij in de toepassing zie ik daarvan niets in gezond verstand. De andere krant, bij Blackbox niet. Ik heb hele duidelijke ideeën aangedragen. Ik heb daaraan ideevorming heb ik gedaan. Ja. Dus ik heb het gepraktiseerd. En iedereen die het leest is dol enthousiast. Dat zijn eye-openers voor lezers. Ja. Maar ik hoor niet van redacties terug. Oh Tom, we hebben je boeken gelezen. Ik kom op andere gedachten en... Zou je eens een keer hierover willen schrijven? Of zou jij eens een keer een lezing willen geven? Dat hoor ik allemaal niet. Nee. En dat klopt ook wel, want het is gewoon eigenlijk on-Nederlands. Je ziet het niet aanhaken bij het Nederlands niveau. Geopolitiek, cultuurfilosofie. Dat is een beetje de 2 dingen waar ik over schrijf. Mag ik jou wat vragen tussendoor? Nou. Vind ik dan interessant. Die 2 boeken die je hebt geschreven, dat is nu hoe lang geleden? Want Heerlijk Platte Wereld komt volgens mij uit het... Einde van jouw studententijd? Nee, dat is eigenlijk een omwerking van mijn eindscriptie. Ja. Die heb ik toen in eigen beheer in 200 stuks heb ik die uitgegeven. En later heruitgegeven onder de Blauwe Tijger. Had ik natuurlijk niet in mijn studententijd. Nee. Dus eigenlijk stamt die uit 2009. En dan heb je Permafrost en die komt uit... 2017. Oké. Okay. Als je nu terugkijkt, want dan is Heerlijk Platte Wereld is 14 jaar geleden. En je kijkt nu terug. Zijn er dan dingen in die tussentijd waarvan je zegt van... Hé, daar keek ik toen anders tegenaan. Of ik heb het idee verder ontwikkeld. Of, nou, wat? Nee, helemaal niet. Dus of is het gewoon nog steeds actueel? Ik heb Heerlijke Platte Wereld herlezen in mijn laatste rit naar Italië. En ik las hem in 3 avonden uit. Ik vond het zo'n heerlijk boek. En dat is raar om van jezelf te zeggen. Maar ik kijk niet... Toen ik in 2009 dat schreef, toen was ik...
Ja, weet je, dus ik kijk niet naar mezelf als, oh, wat heb ik toch een goed boek geschreven. Nee, ik heb dat toen gepresteerd, maar dat staat echt helemaal alweer zo ver in de terug dat ik daar echt wel los van kan kijken. Ik vond het gewoon heerlijk om te lezen. Ja, laat ik het dan anders vragen. Jij doet aan ideevorming, zeg je. En zijn die ideeën die je in die boeken hebt gevormd, zou je daar nu iets aan veranderen? Of zeg je, dat klopt gewoon als een bus, dat staat? Nou, ik vind dat het nog steeds uitstekend van toepassing is op de huidige tijd. Kijk, ja. Dat het in die zin niet helemaal tijdloos is. Want ik hoop dat we echt over een eeuw wel in een andere maatschappij zijn beland. Maar dan ben ik er natuurlijk al niet meer. Maar ik hoop dat het ten goede keert. Hmm. Maar totdat dat het geval is, is dat zo enorm van toepassing. Ja. Nou ja, kijk, over een eeuw dan uploaden we jouw bewustzijn en dan leef je gewoon verder in de matrix. Oh, heerlijk. Dus dat okay. Is geen enkel probleem natuurlijk. Het is geen ontsnappen uit deze tijd. Nee, absoluut niet. Dus over 4 jaar krijgen we jouw volgende boek. Ja, nou, weet ik niet. Ik heb wel een beginnetje en zo, maar dat heeft geen prioriteit in die zin van, ik moet dan dat boek af hebben. Nee hoor. Nee. Dus wat ik vind van al die events waar ik sta en of waar ik niet sta, maar die ik langs zie komen, is, ik ben goed genoeg om boekjes te verkopen daar en een leuk steentje te hebben. En heel soms mag ik een interview doen, maar sorry, daar bedank ik voor. Ik ga niet mensen interviewen die echt gewoon niks te zeggen hebben, weet je. Wat moet ik met die mensen? Tuurlijk heb ik de capaciteiten wel ontwikkeld de laatste jaren om dat te doen. En zo kan iedereen interviewen en er misschien een leuk gesprek van maken. Maar ik ga dat niet meer doen, joh. Ik ga niet naar Ede reizen om een Bob de Wit te gaan interviewen of zo, weet je. Dat is... Wat een grap is dat, die hele 4.0 society. Ja? Ja, het is verschrikkelijk. Oh, vertel. Kijk, ja, nou, ik wil ook geen... er zijn heel veel mensen en het zijn veel lokale netwerken. Ja. Dus het zijn hele leuke clubjes nu bij elkaar. Maar er zit gewoon niks achter. Weet je, die Bob de Wit, dat is dan een professor. En die zou dan een waanzinnige doorbraak en filosofisch werk hebben geschreven. Maar er staat gewoon niks in het boek. Het zijn allemaal dooddoeners. En iedereen weet het ook. Alleen de praktijk dat er heel veel regionale clubjes zijn die de 4.0 society gaan vormgeven. Het netto resultaat is dat die clubjes er zijn. En dat gedraaid wordt door leuke mensen met concrete contacten. En die komen bij elkaar. En ja, weet je, dus dat is leuk. Maar het idee... Dan kom je weer bij de doeners. Ja. Wat je net ook over de andere... Hè, er zitten een hoop doeners, maar weinig... Ja, ja. Ja. Dus moet je blijkbaar een of ander dom boek gaan schrijven, maar daar een heel hoog verheven over doen. Ja. En een hele netwerkstructuren gaan installeren en aansturen. En dan krijg je een bestseller of zo. Dat... Ja, maar er moet wel wat gebeuren, Tom. Moet er wel wat doen. Ik spreek alleen voor mezelf, maar ik vind het fijner om met een sigaar een middagje in de zon te contempleren en over dingen na te denken van wat ben ik nu aan het doen en wat zou ik moeten doen. Ja. Dan elke week weer op de club te moeten opdraven om mee te actief zijn, een vlag omhoog te houden en te demonstreren tegen of voor iets. Of te debatteren voor of tegen iets. Dat doen wij nu ook een beetje. Zijn andere mensen dan maar goed in. Oké. Ja. Ik ga nu wel even een beetje porren natuurlijk, want jij begint zelf over Bob de Wit en dat vind ik wel leuk. Die zat toevallig vanmorgen was ik een interview aan het luisteren van De Nieuwe Wereld. Maar ze zitten dus overal. Want jij kent Ad Verbrugge goed. Ja. Heb je bij hem gestudeerd? Ja, afgestudeerd. Afgestudeerd. Ja. Nou, en hij zit dus wel bij De Nieuwe Wereld, wat toch een beetje het platform is van Ad Verbrugge. Die dichten hem dus wel een bepaalde functie toe, op de een of andere manier. Maar hoeverre moet ik dat dan inschatten, zeg maar? Ik weet niet. Ik heb niet heel vaak contact met Ad. Dus ik weet dat niet. Nee, oké. Nee. Maar daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Want kijk, jij zegt, er zit niks achter. Nee, er zit niks achter. Het is een boek met een denkkracht die zo slap is dat het gewoon... En er zit verder ook niet... En je krijgt elke bladzijde het idee, oké. Nou, als dit het is, je wil eigenlijk niet denken van, is dit het dan? Dus moet er wel ergens anders iets belangwekkends staan of zo. Maar dat komt maar niet. Oké. Het staat gewoon echt... Het is ook niet praktisch of... Hooguit heeft het een bepaald praktisch nut. Maar ja, dat heb ik al gezegd, van dat het bestaat in zo'n landelijk netwerk van allemaal kleine, fijnmazige clubjes. Ja. En het zal wel, maar het gaat mij om de ideevorming.
Nou ja, maar je zou zelfs kunnen zeggen, ook al is het... En mensen aanzetten en met elkaar in verbinding brengen, maar geen ideeën aanleveren. Mm-hmm. Ja, dat gaat niet echt, gaat geen succes worden natuurlijk. Okay. Het houdt mensen bezig. Maar kijk, bezigheidstherapie, dat is wel echt zo'n Nederlandse ziekte. En ook wel een wappieziekte, omdat we gewoon allemaal Nederlanders zijn. Maar het is al zo oud als de... Weet je, het is heel erg Nederlands om te denken van als we maar bezig zijn, is het goed. Okay. En we hebben iemand nodig die zegt van dit moet je doen. Ja, want anders ben je lui. Ja. Ja, als je niet iets doet, dan... Ja, ik doe zo min mogelijk. Ja. En ik hou ervan om gewoon af en toe ook even na te denken over waar ik mee bezig ben. Met zo min mogelijk doen? Ja, nou, ja, dan is net zo cirkelredenering als de vrijheid van meningsuiting. Ja, ja, ja. Dus je hebt vrijheid van meningsuiting om ideeën of om meningen te ventileren die geen inhoud hebben. Maar je gaat meningen ventileren omdat je al de vrijheid van meningsuiting hebt. Dus ja, weet je, dat is allemaal van die cirkel. Dat onszelf hoog op de borst kloppen en hè, nu hebben we echt wat bereikt. Ik ga er gewoon nu even bewust de laatste weken ook voor op de rem staan. 1. Ik vind niet dat we heel veel bereikt hebben. Nee. Er is veel haat en nijd en er zijn nog steeds veel cowboys actief in onze alternatieve media. Mm-hmm. En er wordt nog steeds veel beschadigd. Er zitten nog steeds rare figuren op bepaalde postjes. Heb je het ook over onze politieke partijen, want daar hebben we dus ook meerdere van. Ja. Er zitten rare mensen van waarvan ik me afvraag van die kunnen hele rare dingen doen. Waar we dus allemaal door beschadigd kunnen worden. Ja. Ja. Dan heb ik zelf een hele dikke huid, maar ik vind het... Kijk, ik vind gewoon getuigen van onvolwassenheid. Als je gewoon een volwassen politieke partij en een volwassen platform hebt, dan is daar geen plek voor interviews met Rob Munsen en over vluchtelingen en allerlei andere zen-boeddhistische spirituele lulkoek. Ja. Of rancune, weet je... Mensen met zoveel rancune die dan weer in die politieke partijen opkomen en dat totale opportunisme waarvan je weet gewoon, je ziet ze en je weet gewoon, dat is gewoon puur opportunistisch, rancuneus. Nou, Tom, ik ben het helemaal met je eens. Nu gaan we het loslaten en we gaan over naar de... Onze vrijheid van meningsuiting verbiedt het jou om het met mij eens te zijn. Ja. Nou ja, vrijheid van meningsuiting is heel leuk, maar dan kom je weer terug op die mening, je moet ook aan zelfreflectie doen. En op het moment dat jij ook weet dat jouw mening nergens op gebaseerd is, maar dat je hem toch maar roept omdat je vindt dat je een duit in het zakje moet doen ergens. Ja. Zelfreflectie. Kijk, we leven nu wel in een maatschappij die al 2-3 generaties lang geen mensen meer tot volwassenheid kan leiden. En dat is het probleem. Dus je zit nu al in de derde generatie van mensen die niet meer groot worden. Het zijn gewoon geen grote mensen meer. En dat peutergedrag of kleutergedrag, hè, van stampvoeten met je voetjes en je armpjes omhoog en schreeuwen dat we naar elkaar moeten luisteren. Daar gaat het vaak om. Hè. Dus vrijheid van meningsuiting wordt vaak dus agressief geclaimd door mensen met de minst interessante meningen, maar de meeste agressie. Ja. Dat is dus dat kleuterachtige stampvoetengedrag van mensen met een mening en een levens... visie en die staan in de traditie, die dat leven en die dus tot volwassenheid zijn gekomen. En dan gaat het niet over meningen, maar over iemand zijn. Mm-hmm. Die maken zich niet zo druk om een mening. Nee. Dus een mening is maar een mening. Hè? Dus die gaan dat niet agressief bij een ander neerleggen of schreeuwen op Twitter of wat dan ook. Ja. Dit is allemaal heel rustig en afgewogen. En als je vandaag even niet je mening kan zeggen, is het allemaal niet zo'n punt. Weet je? Waarom zou je elke minuut van de dag bezig moeten zijn met het idee dat je een mening moet hebben? Ik ben niet de hele dag bezig met een mening en ook niet de hele dag bezig met het idee dat ik een mening moet kunnen ventileren. Sterker nog, het interesseert me geen hol. Nee. Hey, ik ben er meer gechoqueerd door het feit dat ik, als ik een week hard gewerkt heb, dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk geen middagje gecontempleerd. Ik heb niet even iets leuks gelezen. Ik heb geen goed stuk gelezen die me aan het denken zet en waardoor ik weer dingen met elkaar in verband kon brengen. Ik ben het nergens tegengekomen en dan moet ik eigenlijk maar weer gewoon een mooi oud boek uit de kast pakken die we bij wijze van spreken zelf uitgegeven hebben. Maar ik heb er natuurlijk veel meer. Mag ik hierop inbreken? Nee. Oh, doe maar. Zonde. Huh? Nou, wat je tegenwoordig vaak hoort, is de vraag krijg je dan, ja, maar waarom wil jij altijd, waarom zoek jij altijd naar
om jezelf te verdiepen. En, laat het lekker voor. Ja, doe niet zo moeilijk. Ja, maar dat zeg ik ook van. Hè? Dus die mensen die in dat doen, die doeners en zo, die zijn vaak net zo obsessief bezig met doen en niet moeilijk doen. Als de mensen die met die vrijheid van van meningsuitingsmissionarissen. Fundamentalisten. Ja, met hun recht op het mening uiten, zonder dat hun mening ook echt inhoud hebben. En het is allemaal een beetje. Ja, het is heel inhoudsloos, heel richtingsloos. En ja, we hebben doeners nodig, maar we hebben vooral ook denkers nodig. En niet alleen denkers, maar we hebben vooral ideeën nodig. En die voortplanten op onze Europese traditie. Mm. Want dat is gewoon de meest vruchtbare traditie die we hebben. Je kunt niet zomaar zeggen van ja, we moeten de boel nog verder afbreken. En dan gaan we wel weer iets opbouwen. Dus alle resten moeten eerst kapot. En ja, wat? En dus zit Lucas rancune. Ja, ik zeg het maar even. Ja. Ja, kom op, die gooien we er ook in. Hoppakee. He, als we toch aan het nemen en shamen zijn. Ja. Ja. Nee, ik vind het echt heel goed. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En Jernas. Ja. Ja, mag ook. Ja. Zullen we overgaan op onze politieke thema's? Zullen we dat eens. In principe is de Blauwe Tijger opgericht om boeken uit te geven die anderen die onder censuur liggen. Die nergens anders worden uitgegeven. Dus ik ben daar heel open in. Ja. Ik heb boeken uitgegeven van atheïsten over de islam, van katholieken over protestanten, et cetera. Het maakt allemaal niet uit. Mm-hmm. Het maakt wel uit. Okay? Ik ga geen atheïstisch manifest uitgeven. Nee, dus dat vind ik echt wel, dat gaat te ver. Mm. Ik vind ook dat ik wel aan een paletbreedte moet. Ik geef echt vaak een boek uit waarvan ik op voorhand weet, dat gaat niet goed. Nee. Of tenminste, dat wordt geen bestseller. Daar betaal ik aan. Ja. Hè? Dus, en die verantwoordelijkheid als uitgever neem ik dus. Okay. Om ook auteurs die minder verkocht worden. Nou, we hebben een heel oeuvre van Robert Lem opgebouwd. Dus ook geen bestseller-auteur. Nee. Heel af en toe heeft hij een boek wat goed loopt. Maar ik vind het belangrijk omdat er hele belangrijke ideeën in staan. Dat vind ik nou echt een belangrijke auteur. Waarvan ik met hart en ziel vind van die man die als hij een boek aan me aanbiedt, geef ik hem uit. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi om te horen. Want de ene kant zeg je dus van oké, ik geef bepaalde boeken uit omdat ik het heel belangrijk vind. Mm-hmm. En andere boeken ben ik het dan niet mee eens. Maar die geef ik ook uit omdat ze ergens anders misschien niet uitgegeven zouden worden. Ja. Dus, je krijgt dus heel veel emmerstront over je heen. Ja. Als je heel erg geïnteresseerd bent in hoe mensen over je denken. En dat ben ik niet. Dus ik lees ook heel weinig over van anderen en wat er over me. Dus ja. Ik ben daarom ook vrij om te zeggen wat ik vind en denk. Daarin. Maar die vrijheid van meningsuiting zijn we dan nog helemaal doorheen. Ja, wel. Er is nog iets, maar ik. Die gezond verstandsmeeting. Alle lof voor Karel van Wolver, een fantastische vent. Leuke. Goeie meeting. Leuk blad. Leuke meeting, leuke mensen. Catherine zag ik. Maar ik heb dus ook her en der aangekaart wat ik de laatste week constant heb gedaan. Dus ik heb bij meerdere mensen dit hele verhaal neergelegd. Mm. Met wisselend succes. Ja. Maar ik wist eigenlijk al van tevoren bij wie ik herkenning zou horen en bij wie niet. Dus okay. Dat maakt dan ook niet uit. Maar ik zeg het gewoon open tegen iedereen en nu tegen het publiek. En ik heb dat dus gezegd, dat ik dus B-keus sprekers op de lijst zie. Af en toe, zo'n evenement staan er af en toe leuke sprekers, originele invalshoeken. Maar ook van die beroepssprekers en B-keus garnituur. Maar je ziet het debat en het gespreksniveau afglijden tot ver onder de middelmaat. Ja. En dus als je op zo'n event een leuke humoristische bijdrage van George van Houts hebt. Ja. Dat is leuk, weet je. Dan heb je nog een beetje lol. Ja. Leuke vent. Wat ik ook een goede kerel vind trouwens. Leuke vent. Ja. En Kees van der Peil, strak inhoudelijk betoog. Maar je ziet dan weer in die panels weer de geëikte middelmaat opkomen. En weet je, ik word er zo. Ik ga ook niet meer in de zaal zitten. Ik ben het echt. Ik pak een sigaar, ga lekker in de vensterbank zitten, het raampje open, een sigaar roken. Ja. Want de leuke mensen spreek ik toch wel. Die komen langs en dan hebben we. Ja. En dat was ook zo. Dus je merkt ook dat de leuke mensen dan de zaal uitlopen om te kijken waar de andere leuke mensen zijn. Om tijdens de speeches en de debatten. Gewoon lekker te ouwe hoeren en over betere dingen te kletsen. Dat gebeurde dus echt. En dat vind ik dus een teken aan de wand. Ja. Als je eigenlijk als event gewoon niet meer interessant kan zijn, omdat driekwart van de sprekers en de panelleden gewoon B-keus geouwe hoer is. Ja. Terwijl je beter in huis hebt in Nederland, in het Nederlands taalgebied.
Maar je wil het op een of andere manier niet. En dan is het gissen waarom. Ja. Nou, en laten we dan ook nog eens een keer benadrukken. We hebben in Nederland ook nog de luxe dat je prachtige Engelstalige sprekers aan zou kunnen trekken. Ja. Want het grote merendeel van het... En de FVD doet dat bijvoorbeeld, met John Loughlin, anderen. Laten we dat ook eens benoemen, hè? Want dat vind ik ook wel. Maar dan zie je ook gelijk dat... Kijk, het is natuurlijk een politieke partij, maar de FVD, als ze een beetje uit de kast... of alles uit de kast trekken, dan zit daar 3000 man in een zaal. Ja. En dat is andere koek. Ja. Dus er is ook een gebrek in het algemeen aan het besef van... hoe richt je een event in? Hoe trekken we mensen... Wat ambiëren we? En hoe maak je een interessante mix? Dat mensen blijven zitten in de zaal in plaats van dat ze weglopen... en achteraf peukje gaan roken en lekker kletsen met iemand anders. Of dat je misschien ook een keer mensen van buiten je bubbel aantrekt... met een lokaal evenement, wat je lokaal gaat promoten bijvoorbeeld. Ja, dat is een ander onderwerp, lokale evenementen. Maar dat klopt. Nou, maar ik heb het met name over die landelijke evenementen... waar van 300, 400 mensen of veel, veel meer... Ja. En dan zie je dat Thierry uitstekend weet hoe je een goede mix kan samenstellen. Ja. En wie er wat te zeggen heeft. Hoe je die zaal vol krijgt. Hmm. Maar dat verveelt geen moment. Hij kan het, en er is sfeer, het is gezellig. Hmm. Maar als je al die uitgedroogde hippies uit 1968 in een panel zet. En ik denk ook dat... Weet je, het gaat echt achter elkaar door. Ze kunnen ook allemaal geen verhaal houden. Nee. Ja, dat hoor ik wel vaker inderdaad. Ja. Waarom zien we die na twee keer niet? En nog steeds. Sterker nog, waarom zie je ze 10 keer op rij? In alle events en alle panels en alle discussies. Ja. Weg ermee. Ja. Maar ja, je ziet vaak wel dat mensen met een die op zich een goed verhaal kunnen houden. Die ook aan ideevorming doen. En daarom vind ik dat ook zo belangrijk... Mensen weten niet meer hoe ze zich daartegen moeten verhouden. Want het is nu eenmaal zoals het is. En dan moeten we dingen wat aanpassen. Hmm. Maar als jij met een radicaal ander idee komt... waar je daadwerkelijk zelf invulling aan kan geven ook... en ontwikkeling daarvan... Hmm. Ja, dan... En daarom... Ja, die vraag van mij over indoctrinatie, dat zit daar ook in. Ik ben bij Forum Insight geweest in februari. Nu twee keer, maar de laatste keer was het in februari, maart. Ja. Dus weet ik niet meer. Dat ging om de rechtszaken. Om de rechtszaak, maar daarna ging het over geopolitiek. Ja. En toen heb ik op gebied van dat hele dilemma tussen multipolaire en monopolaire wereldorders... Ja. Heb ik een paar interessante ideeën op tafel gelegd. En dat komt natuurlijk niet van vandaag op gisteren. Nee. Dus daar denk ik al lang over na. En Thierry zei van... Ja, ik vind dit... dit heb ik nog nooit gehoord. Ik moet hier even langer over nadenken. En dan denk ik van... Ik heb toen dat fragment... Of in ieder geval... dan kun je vanaf een tijdstip... Kun je dan zo'n interview doorsturen. Ik heb het even gewoon links en rechts gedropt. Van kijk, ik heb dit is mijn visie op... Je hoort niks. Helemaal niks. Nee. Dus ik leg het zo panklaar uit. Je kunt iemand krijgen die best wel lang al over dit soort thema's nadenkt. China, Rusland, de hele wereldorde, monopolair, multipolair, de omgang van Amerika, de positie van de dollar. Dat is een integrale visie. Maar ja, ik hoor van niemand wat. Dat vind ik dan wel grappig. Maar dat is natuurlijk ook precies waar ik nu naartoe probeer te werken. Is dat mensen zijn niet meer in staat om iets tot zich te nemen. Om daarvoor open te staan. En om Thierry zegt dus. Thierry zegt letterlijk van. Dit is nieuw. Dit heb ik nog nooit gehoord. Ik moet hierover nadenken. Ja. Dus en het klopt ook. Het is ook nieuw. Want je hoort het nergens terug. Ja. En het punt is dus. Niemand... behalve Thierry, er ziet niemand van... dit is een nieuw idee. Dus sterker, nieuwe ideeën horen ze niet. Ze horen eigenlijk alleen de ideeën die ze al kennen. En dat is een beetje het probleem. Dus een soort basisidee, het basisprobleem... waar we in de media, in onze media, mee worstelen... en die we niet te boven komen... is mensen horen alleen de ideeën die ze al kennen. En dat zie je overal, dat probleem zie je weer keren. Echt al overal, ook de goede media niet uitgesproken. We zijn dus, als dat het probleem is, dan zijn we dus niet voorbij om de media die we bekritiseren. En we zijn ook niet voorbij onze mede-Nederlanders die wij bekritiseren op hun schaapachtigheid. Want het is gewoon best wel problematisch. Ja.
Maar de moeilijkheid waar we nu in zitten... We hebben daar heel veel satire over gemaakt, Menno. Hè? Dat het altijd alleen maar gaat over liefdeverbinding. Ja. Maar je noemt gewoon een trits van een aantal woorden. Het zijn van die triggerwoorden. Ja. En iedereen heeft gelijk een positieve vibe erbij. Hmm. Dus liefdeverbinding en... Komt dat vrijheid? Nee, ja, zoiets. Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ik zit er ook al de hele tijd op. Veel hartjes. Ja. Heel veel hartjes. Ja. Maar oké, laten we liefde, verbinding en vrijheid noemen en zo. En wat natuurlijk gewoon totaal geen wereldbeeld is. Daar kun je geen wereld mee bouwen. Nee. Maar dat denk ik natuurlijk... Niemand is ermee bezig dat dit soort triggerwoorden zijn... waarmee je gaat deugen. He, dus die triggerwoorden, zodra je die maar elke dag in de mond neemt... op social media en in je filmpjes. Als ik dat zou doen, dan zou ik echt ook weer zo'n feel-good coach, life coach zijn. En ik zou ook duizenden likes op Facebook postings krijgen. En ja, mooi dat je altijd zo positief bent. Oh, wat fijn, ik heb er naar geluisterd en ik had er echt wat aan die dag. En dan denk ik van, jongen, we zijn toch echt geen achterlijke Mongolen meer met elkaar. Maar blijkbaar wel. Ja. Dat is dus het probleem, dat we dus nog zo gefocust zijn op datgene wat we al kennen... en zo geprogrammeerd zijn geraakt op triggerwoorden... dat we eigenlijk überhaupt... er zit geen enkel verband tussen die woorden, er zit geen wereldvisie achter... er zit geen samenhang, er is geen synthese in dat denken... er zit geen metafysica in, het is hol en leeg... maar mensen worden er blij van, omdat ze het herkennen. Kijk. Dus krijg je... een soort van cowboy-realiteit, een soort wilde westen... waar cowboys ook opkomen, de BPOC en anderen... die maar kunnen doen wat ze willen. Mm. En iedereen vindt het fantastisch. En als iemand aan de bel trekt van... jongens, die gaat niet goed, dit gaat ontsporen... of het is al ontspoord, want zus en zus en zo... dan is het shoot the messenger. Mm. Ja. Ik heb het idee, en dat we ook in die alternatieve scène... inderdaad, hè, ik ben het helemaal met jou eens, met jouw analyse... dat... we aan het vastlopen zijn. En ik merk dat ook echt. Ik merk ook... Maar ze zijn ook heel bezig met druk doen. Dus ook de, ja, maar ze proberen zich vast te houden. Ik heb contact met die hoofdredacties en de mensen achter de schermen. Sommigen die zitten in het grote geld en anderen weer niet. Maar ze kijken en lezen ook niks. Behalve de meest bizarre conspiracies die totaal onnodig zijn... waar je echt helemaal niets over hoeft te weten. Simpelweg omdat het totaal nutteloos is om je daarmee bezig te houden. Ja. En daar zijn ze dan wel heel druk mee. Maar daarom kan ik in deze waanzinbar ook zeggen wat ik wil. Want u kijkt het wel. Maar van de andere mediaplatforms kijkt toch niemand. Dus je kunt echt de namen bij langs roepen. Van die is dit en zus is een klootzak en zus is een lul. En je hoort er een week lang of je hoort er nooit wat van. Want ze lezen en kijken het niet. Nee. Dat maakt niet uit. Nee. En dat doe ik niet. Want ik vind ze geen lul en klootzak. Ik vind het gewoon dat er... dat het niveau er niet is. Het zijn vaak lieve en goed bedoelde mensen. En ze maken er een potje van en lopen vast in hun eigen potje. Ja. En dan gaat het gewoon mis. En daar gaat heel veel mis. Hm. Ja, bij Weltschmerz is het nou ontploft. Dat gaat, alles is aan scherven. Gaat bij de andere krant ook gebeuren. Ja. En simpelweg omdat er te veel groot geld achter zit... die de boel aanzuigt. Hè. Dus ze zuigen andere platforms leeg... we hebben het ook gezien bij politieke partijen. Ze zuigen zelfs mediakanalen leeg. Ja. Om maar aan goede mensen te komen. Die mediakanalen blijven verarmd achter. En modderen nog wat door met ook hun B-garnituur. De goede mensen zijn weg. Zitten ergens op een plek waar ze fatsoenlijk betaald krijgen. En het is gewoon... Mag ik dan iets erin zetten? En ze houden hun bek omdat ze betaald krijgen. Ja. Zo stupid is het. Nou, dan wil ik graag wat erin gooien... Het is kapitalisme dat creëert opportunisme. En dat is gewoon de ondergang van elke ideevorming. Dat is... En ik zit hier over kapitalisme gesproken. Dit hebben wij ook als thema een beetje nu. Hè? Daar kwamen we ook al in. Ja. Ik vind dat echt... En dan kom je ook bij BVNL uit. En dan komen we bij Wiebren en bij de huisfilosoof van BVNL, Jernas, uit ook. Oh ja. Maar... Dat zijn aanhangers van het kapitalisme ook. Ja, en welke vorm van kapitalisme, dat zal me dan... Libertariërs, dat is wel echt... Nou, het zijn ook geen libertariërs. Wiebren is natuurlijk gewoon in principe... Ja, maar Jernas is toch libertariër? Ja, maar... Weet je, het is ook gewoon heel... heel en stelt weinig voor. Maar dan denk ik bij mezelf van, het is gewoon... Het is de ondergang van... ons denken. Want... Hoe kom je nou op BVNL en de ondergang van het denken? Ja, via kapitalisme.
Ja, maar kijk, want ik zie dat bij die grote platforms gebeuren. Iets krijgt aanhang. Ja. Dan springen er een paar geldschieters in. Ja. Oh, dit gaan we groot maken. Ja. Op dat geld komen opportunisten af. Ja. En vervolgens gaat de boel gewoon de soep ingedraaid worden. Precies. En dat is allemaal... Ja. Kijk, ze hadden een weekblad. En mensen beginnen met een heel ambitieus plan. Van, ja, we willen een weekblad. En in FVD-kringen hoor ik van, ja, maar wij willen een dagblad. Ja. Ik denk van, bewaar me alsjeblieft niet, zeg. Kijk, je hebt niet eens auteurs genoeg. Laat staan het kaliber om een maandblad te vullen. Ja. In heel Nederland niet. Ja. Eén maandblad krijgen we niet vol met goede stukken. Nee. Misschien dat ik het wel vol krijg, omdat ik een heel vat aan auteurs ken die nergens publiceren. En als je die activeert, dan krijg je een goed maandblad. Maar wil je een weekblad of een dagblad vol krijgen, ja, dan ga je uiteindelijk gewoon in de problemen komen met hoe krijgen we het blad vol. Hmm. Weet iemand nog iets? Ja, opinies en meningen. En dat de een weer het vriendje is van een ander en die trekt hij dan ook binnen. En dan op een gegeven moment krijg je een heel contingent met allemaal vriendjes van elkaar. En dat gaat dan domineren. En dan voor je het weet zit je met allemaal mei 68ers in een redactie. En in verlopen koppen en belegen ideeën, onvolwassen gedrag. Mm-hmm. En dat vecht elkaar dan de tent uit op een gegeven moment. Want dat doen ze toch. Kun je wachten. Mm. Nou, ik hoopte dat je een beetje aan zou haken op mijn kapitalisten idee eigenlijk. Ik wou dat koppelen, want... Nou, ik vind roofkapitalisme wel een probleem. En piraten... kapitalisme zelf en het idee dat je winst kan maken op je onderneming. Mm. Je moet zelfs winst maken. Want als je de kans krijgt om winst te maken, kun je ook een toekomstige klap opvangen. Dus ik ben er helemaal niet zo op tegen. En ondernemen ook niet. Het is beter dan dat alles via de staat loopt, via een meerjarenmodel en afgeroomde winsten en dergelijke. Wat Mauw Reinissen. Heb je die zelf bedacht? Nee. Oh. Maar ja. Maar kijk, kapitalisme... Ja, zullen we gewoon even naar de tweet gaan of niet? Zijn we daar al? Nee, ik vind kapitalisme dus geen probleem. Maar het model dus wat nu... dat er dus kunstmatig een platform groot gemaakt wordt met veel geld erachter. En dat wordt allemaal geïnvesteerd in auteurs aantrekken. En dan weet je gewoon dat ze alleen maar gaan vissen in een vijver die al... Mag ik het dan bezet is? In mijn woorden zeggen? En ik vind dan het probleem kapitalisme vind ik eigenlijk minder belangrijk dan het probleem overbevissing, zeg maar. Ja. Er is ook de ethische component van je gaat natuurlijk mensen weghalen bij andere bladen en bij andere platforms. Opportunisme. Vind ik wat schaamtelozer, weet je. Want deze studio is ook gedoneerd, bij elkaar gehaald. We hebben ook een dak vervangen waarbij een... Even kijken hoor, dat was 15% is op donaties betaald. Hè? Dus ja. 85% van dat dak hebben we zelf betaald. Ja. Maar 15% kwam uit donaties. En dus ik ben heel dankbaar dat het bestaat. Maar het is wel... Als ik in het begin had oh ja, ik heb 2 miljoen gedoneerd gekregen en we gaan nou, ik zet het kantoor vol met 10 man op de redactie en we gaan echt een vet weekblad maken en we hebben allemaal ideeën. Dan 2 jaar later zeg je, ja, er zijn geen ideeën. Ja, het geld is op. En het geld is op. Ja, doneer alstublieft. Ja. Nee, maar kijk. Nee, maar er zit dus ook geen groei in, weet je. Dus, nee, maar... Er wordt steeds gezegd, ja, we groeien, maar er is geen groei. Hoe... Ja, maar dat klopt. Omdat het opportunisme is. Ja. En ik vind dat dus het probleem. Kijk, ik ben... Ja, maar ik ben ook opportunistisch. Ik vind mijn gezin ook belangrijker dan... Ah, dat is onzin. Dat is geen opportunisme. Nee, maar er zit natuurlijk wel iets natuurlijks in om je... Kijk, ik offer niet mijn gezin op aan de blauwe tijger. Nee. Maar dat heeft toch niks te maken met opportunisme, of wel? Jawel, want ik vind dat belangrijker. Het ene wat dichter bij mij staat, vind ik belangrijker dan wat verder van mij afstaat. Ja, en daar werk jij al je hele leven voor. Mm. Daar werk je naartoe, dat je in een situatie komt dat je die keuzes kan maken. En juist daarvoor heb jij ervoor gekozen om dit op te richten met vanuit een bepaalde basis, vanuit een idee. Dat heeft niks met opportunisme te maken. En die basis van de blauwe tijger is heel simpel. Ja, maar ik vind wel dat we het nu over iets compleet anders hebben, Tom. Okay. Kijk, je ziet dat er iets opgericht wordt. Ja. Dan groeit het vanuit het idee. Vervolgens stapt er een geldschieter in.
En daar komt opportunisme op af. Ja, maar kijk, dat zou bij ons van ons gezegd kunnen worden. Ik had een businessplan geschreven voor de studio. Er zijn donateurs op afgekomen. Toen we de studio hadden, toen stonden de boeren op het Malieveld. Dus we stonden gelijk klaar met camera's. En er kwam gelijk een goede agenda in. Abonneecijfers waren goed op YouTube. Dat bracht weer verkoop van de boeken in een stroomversnelling. Dus we konden meer omzet draaien. Dus we konden ook weer meer andere dingen doen. Dus het was echt een versterkend effect. Toen draaide YouTube onze abonnees terug en het bereik terug. En toen was het weer klaar, weet je. Dus, ja. Dus we zijn weer terug bij af. We kunnen lekker 1 of 2 uitzendingen in de week maken. En ja. 1 boek in de maand en that's it. Ja. Dankzij YouTube. Ja, klopt. Ja. Maar daar, kijk, dan nog, daar is niks mis mee. Dat is gewoon een realistische... Maar dat, volgens mij mis jij een beetje mijn punt. Nou ja, je begint over kapitalisme. Daar heb ik iets van gezegd. En nu opportunisme? Wat wil je nu? Ik zeg kapitalisme in zoverre. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij aankomt met een idee wat succesvol lijkt te zijn. Hè, mm-hmm. Wat aanslaat. Ja. Dat is wat we graag willen. Mm-hmm. Wat zie je vervolgens dat er gebeurt? Oké, okay, mensen herkennen dat, die zien dat ook. Mm-hmm. En dan springt daar geld in. En dat noem ik dan in dit geval, hè, dan gaat het kapitalisme werken. Want dingen moeten betaald worden, we moeten groeien, we moeten dit, we moeten zus, we moeten zo. Ik denk dat het nog steeds een gebrek aan ideeën is. Want die mensen die achter de andere krant zitten, daar zitten veelal super aardige mensen in. Ja. Maar niet mensen waarvan ik denk van, oh, dat zijn nou echt mensen die hebben visie wat we moeten doen. Ze denken wel dat ze visie Sander hebben. Sander had dat. Ja, misschien zonder dat hij het besefte had hij dat. Ja, ja. Maar en, daar kwam het wel bij vandaan. Maar er komen er op een gegeven moment mensen bij kijken die zeggen van, Sander, we gaan met jou een weekblad maken. Misschien zei Sander wel zelf tegen die mensen, ik wil een weekblad ervan maken. En op een gegeven moment gaan ze een paar maanden lang voorbereiden. En ze gaan het land door, meer geldschieters erbij. En dan komt er een hoofdredacteur die dan zogenaamd... Maar nu zit er al in het opportunisme. En heeft het vak geleerd bij het Financieel Dagblad of zo. En dus die kon het dan. Terwijl Sander deed prima. Er was niks mis met Sander Compagner en met Madeleine Klinkhamer. Dat was fantastisch. Die maakte de mooiste bladen die daarna nooit meer gemaakt zijn. Maar op een gegeven moment, kijk, mensen die geld doneren, die willen natuurlijk ook... Die hebben voorwaarden en... Ik ken niet iedereen, maar de mensen die ik wel ken, zijn gewoon stuk voor stuk hele aardige mensen. Maar ja, hun richtingsgevoel is niet altijd even... Hè, met platte aarde en maanlandingen kun je nog niet een weekblad in elkaar draaien. Ik heb wel vaak een klap opgevangen door iemand eruit te gooien of samenwerkingen te verbreken. Of, exact. Een uitzending als deze heel expliciet te zeggen waar het probleem ligt en waar de pijnpunten liggen. Ja. En wat ik echt een echt probleem vind... Ja, daar maak ik me dan niet geliefd mee. Maar ik hoef niet geliefd te zijn. En ik hoef ook niet iedereen te vriend te houden. Nee. Als mensen dat niet fijn vinden, is het niet fijn. Maar ik weet zeker dat over een half jaar deze uitzending bewaarheid wordt. En dat er een heel groot probleem ligt bij diverse media. Weltschmerz is nu geklapt. Dat zie je maandenlang aankomen. En het gaat vaker gebeuren. Maar ondertussen worden andere platforms teruggesnoeid. Omdat... mensen met weinig visie en heel veel ideeën en dingen die nergens met elkaar in verband staan, een hele goede bedoeling hebben met elkaar, maar eigenlijk gewoon een ondermaats product afleveren. En ondertussen ook gewoon er waanzinnig veel geld doorheen jagen. En dan auteurs gaan betalen die ergens anders al schreven. En dan denk ik ook van ja, dit is bij Epoch zijn er 2 of 3 weggegaan. En is prima joh, ga maar. Ja, maar dan... Opportunisme. Opportunisme, ja. Ja, maar dat was hetzelfde als bij de NCTV-melding die we kregen 2 jaar geleden nu. Bijna 2 jaar. Nee, al 3 jaar. Ja. Bijna 3 jaar geleden. Ja, er belt toch altijd iemand op en zegt van... Ja, Tom, ja, dit is ook weer niet helemaal de bedoeling. Dit is ook niet wat ik erbij voor had gesteld. Ja. Zeg, joh, je wilde mee stoppen. Is goed hoor. Ja, dat is misschien een beetje cru gezegd. Maar ja, denk je, waar bel je me dan voor? Ja. Dezelfde dag wanneer toen dat, die rapportage, tuurlijk, die NTG uitkwam. Ja, als je 2 weken later doet, heeft er geen zin meer natuurlijk. Het kan allemaal en je leert mensen kennen. Ja. Het zal allemaal wel goed zijn. Nee, maar ik snap dat je een beetje doet af en toe aan zelfbescherming. Daar heeft iedereen. En dan kies je inderdaad voor je gezin, voor je veiligheid, voor je zekerheid. Als gezin zijn we door zo'n hel gegaan. Ik heb zoveel persoonlijke medische problemen gehad. Mijn vrouw is uit de praktijk gezet, heeft ook 1 jaar in een burn-out gezeten. Ja. En uiteindelijk moet je toch zelf rooien. En ik wil gewoon mijn lijntje schoonhouden en schoon kunnen poetsen.
En niet vanwege ondraaglijke spanningen allerlei ballen in de lucht moeten houden en iedereen te vriend moeten houden. Ja. Nee, ik wil gewoon altijd dat we het als gezin fijn hebben. Zeker naar die hel die we gehad hebben. Misschien dat ik nog een keer, net als Willem Oltman, 6 miljoen van de staat krijg als schadeloosstelling. Want die schade is er wel geweest, kan ik je verzekeren. Ja. Ja. Zodanig dat ik echt nu niet meer kan wat ik voor pakweg 3 jaar geleden wel kon. Ja. Ja. Nou, ik heb wel het idee dat je langzamerhand wel weer boven Jan komt. Nou, ik ben de laatste 2 weken echt on fire. Ja. Nou ja, en naar mijn gevoel kom je steeds beter in je vel. Dingen hebben tijd nodig. Absoluut. Moet je over nadenken, ja, moet je iets mee doen. Er komen nu 2 of 3 hele, hele goede epochs aan. Oh, 2 of 3 al? Ja, simpelweg. Weet je wat de belangrijkste reden is? Omdat ik heb besloten dat we er even 2 per jaar maken in plaats van 4. Ja. Daarom worden die 2 à 3 die er nu aankomen gewoon steengoed. Nou, tof. Ja. Ben ik echt heel benieuwd naar. Ja. Maar wat het systeem wat wij nu hebben, het kapitalistische systeem wat wij nu hebben, is volledig ontaard en ontspoord. Mm-hmm. En is eigenlijk gewoon een van de grote oorzaken van alle vormen van greed, inhaligheid, van corruptie. Ja. Maar het idee dat wij een parallelle samenleving zouden hebben, dat is natuurlijk belachelijk. Er is niets parallels. Nee. Alle ziektes die wij in de echte samenleving zien, zien we bij onszelf ook en we willen het niet zien. Nou, dan heb je eigenlijk al de 2 ingrediënten. Dus blindheid voor ideeën en voor de eigen ziektes. Nou. En het idee dat we toch met iets, dat waanidee dat we toch in iets nieuws bezig zijn. Vandaar weer mijn vraag. Hoe ver gaat de indoctrinatie? Nee, dat doe je zelf. Dus als je niet, als je opgroeit in een vaderloze maatschappij, in een vaderloos tijdperk, dan is het helaas gewoon. Je indoctrineert jezelf. Simpelweg omdat je dus niet een volwassen vent en een volwassen vrouw wordt. Maar je merkt ook dat mensen zich daadwerkelijk uitsluiten van nieuwe ideeën en nou, voor ideevorming. Dus dat een debat zich kan ontwikkelen. Dus dat is gewoon zo oud als de katholieke kerk. Je hebt een bestaand debat en dat ontwikkelt zich. Dus dat houdt niet op zich te vernieuwen. En dan blijft het bestaande behouden. Maar de ideeën die er zijn worden verfijnd, verbeterd, fijn geslepen. Er ontstaan natuurlijk ook nieuwe debatten uit die oude debatten. Maar niks keert zich tegen de traditie. Alles blijft in onderling verband met elkaar staan. Maar in onze tijd, alles schiet alle kanten op. Iedereen heeft zijn eigen rancuneprobleempje met ofwel de kerk, ofwel de staat, ofwel de andere mensen. Ja, en de buurman. Ik had laatst een heel aardig postingje op Facebook even uitgeprobeerd. Dat was heel grappig, zal ik even voorlezen. Iemand, ik kan helaas niet zeggen wie, keek me net aan. Daarom dat ik zo'n schurfthekel aan mensen in het algemeen heb gekregen. Het ging echt heel snel ineens. Dus nu ga ik een sigaar roken. Ja. Dat was de posting. En dus je kunt daar geen verband in aanbrengen. Nee. Dat is natuurlijk bewust. En het punt is van, er hoeft maar niet dit te gebeuren. En mensen gaan helemaal roepen, ja, daarom heb ik dus zo'n hekel aan iedereen. Ik haat alle mensen. Want ik nog, en dan gaan ze met hun hond of kat op de foto staan. Kijk, hier krijg je nog meer liefde van dan. We hebben het er vaker over gehad. Ja. Maar er waren een paar mensen die het door hadden. Dat is heel grappig. Er is één iemand die zei van, je hebt dus mensen die zeggen, ja, precies, daar heb je het al. Schurfthekel aan mensen. Maar er was ook iemand die zei, ik mis te veel details om het goed te begrijpen. Ja. Ja. Kijk, dan reageer ik wel. Ik zei, dat heeft u goed gezien. Ja. En een ander die was wel grappig, die zei, kijk je in de spiegel? Ja. Toen zei ik, ja, kan wel. Zou kunnen. Vind ik ook sterk trouwens. Ja, dat was heel grappig. Ja, ja. Maar dat is het toch. Kijk, mensen hebben een hekel aan zichzelf, hebben een hekel aan alle andere mensen. Die zelfhaat is natuurlijk de grondslag van alle haat aan iedereen. Reflectie, acceptatie. Ja. Dus de adolescentenmaatschappij, zeg ik dan. Ja, hè? Dus de adolescenten, de rancune voert de boventoon. De zelfhaat voert de boventoon. De misnoegdheid. Iedereen vindt zichzelf een groot genie. En dat het er niet uitkomt, ligt aan de anderen. Ja. Ik zie iets anders optreden. Dus, ja, we lijden aan dezelfde problemen zoals in de hele maatschappij. Dus we herkennen aan alleen maar datgene wat we al kennen. Wat wij goed vinden, daar geven we een likeje op. Maar dat kennen we al. He, waar is je nieuwsgierigheid? Mm. Waar is je eigen rationaliteit? Waar zit je denken zelf? Waar is dat? Waar is dat gebleven? Liefde, verbinding, vrijheid, like. En dan ga ik even een boekje aan, Homo Fidens natuurlijk. Oh ja.
Hè? Ja. Ik denk dat dat heel typerend is voor die... De kijkende mens en de ondergang van het denken. Dat is de ondertitel. Ja, ja, absoluut. Wat ik... Kijk, wat jij nu beschrijft... Hè, we proberen hier een beetje tot een kern te komen. En wat jij beschrijft is natuurlijk helemaal waar. Maar ik denk dat een hoop mensen zo ver verwijderd zijn van dat, dat we ook niet meer weten dat we zelf na moeten denken. Nee, maar het gaat mij niet om kant kiezen, de je moet massa. Een gedachte volgen. Kijk, het gaat mij ook niet om de brede massa, Menno. Want de mensen hebben genoeg aan hun hoofd en krijgen nog heel veel aan hun hoofd. Ook komen er gelijk al heel snel. Weet je, dat gaat echt, ja, maar ik merk het ook bij ons. Het gaat mij om de zelfverklaarde denkende elite. Ja. De mensen die denken dat ze denken. De mensen die denken dat ze hebben leren denken. Die een paar boekjes hebben gelezen. En weet je, we zijn niet anders dan wokies die ook in hun eigen gelijk rondwentelen. Dus de armoede druipt er vanaf. We kunnen met ons publiek kunnen we niks beters voorhouden dan wat de mainstream media hun publiek voorhoudt. Op een heel bescheiden vlak kunnen we zeggen dat we iets anders, hè, dus op een rapportageachtig niveau, corona en de vaccinatietijd iets kunnen doen. En in Rusland, Oekraïne. Ja. Maar dat is nog niet dat is nog niet genoeg. He, dus heel langzaam zie je dus dat het belang van Scott Ritter en McGregor en zo, dat doorcijpelt. En dat steeds meer weerklank dreigt te vinden in onze media. Ja. Maar dat gaat ook wel zo verschrikkelijk traag. En eigenlijk vind ik dat onze media, onze alternatieve media, veel later bijstuurt op dat gebied dan de massa. Want de massa kijkt al naar Scott Ritter. He, dus het publiek waar wij video's voor maken, luisterde al naar McGregor voor zover ze Engelse video's kijken. Ja. En luisterde al naar Tucker Carlson en luisterde al naar Scott Ritter en naar de Duran en naar Redacted. En zelfs Joe Rogan. Ja. Voordat alternatieve media het ook maar enigszins serieus namen. Dus eigenlijk zitten we nog steeds in een situatie waarbij ons publiek de media bijsturen. Wat in feite het probleem is van de mainstream media. Want die worden bijgestuurd. Als zij droppen steeds maar proefballonnetjes. Ze hebben een agenda, ze hebben dit, ze hebben dat, ze willen iets. En die droppen proefballonnetjes. Maar als ze op weerstand stuiten, dan schrikken ze weer terug. En dan zie je dus het overleg en de paniek op de redacties alweer. Ja, misschien moeten we toch iets meer dit en misschien moeten we toch iets meer dat. Ze proberen dan nog die band met het publiek. Ja. En dat is bij ons natuurlijk niet zo paniekerig en zo. Maar we lijden wel aan eenzelfde soort ziekte in mindere mate. Ik denk wel dat bij de mainstream media, die doen dat wel vanuit een achterliggende agenda natuurlijk, hè? Dus die zijn wel daadwerkelijk aan het sturen. Ze moeten alleen constant aftasten hoe ver ze kunnen gaan. Hmm. Ik denk wel dat wij een beetje proberen om aan ideeënvorming te doen. Ja. Of in ieder geval mensen aan het denken te zetten over dingen. Hmm. En dat is ook leuk. Ik vind het altijd heel leuk om te zien als mensen het volledig met ons oneens zijn, eigenlijk. Dat vind ik ook heel leuk, want daar ga ik ook over nadenken. Of hoe je daar bent, dat is verschrikkelijk. Ja, wij hebben natuurlijk wel het absolute gelijk. Bent u het met ons oneens? Dat is toch wel heel erg. Dat kan ja. Niet. Nee. Maar ik denk wel dat die media heel erg aan het sturen is. En dat ze alleen maar bijsturen op het moment dat ze tegengas krijgen. Maar die proberen wel constant Maar het probleem wat ik... Dat mis ik juist anders. Bij ons. Waarom droppen wij geen proefballonnetjes? Onze media zou voorhoede moeten zijn. Ja. En dus die zou ideeën moeten injecteren. Die zou, dat hebben wij met de 2030 epox gedaan. Ja. Dat was ook een waanzinnig eclatant succes, by the way. Hmm. Maar dat was ook... kijk, CBDC ook trouwens. Dus net als in de katholieke kerk. Weet je, de gewone gelovigen, daar is een wildgroei aan geloof en ideeën. En dan wordt de een als een heilige vereerd. En dan wordt er zo weer een ergens een bedevaartsoord in Kroatië wordt er bezocht. En dat gaat allemaal automatisch. Dus de massa, die is in feite die is ongevormd. Daar zit wel vorming in. Daar is zeker wel vorming in. Mm-hmm. Maar die kan alle kanten uitgaan. En dus het geloof bij de massa, bij de meute, heeft de neiging tot radicaliseren. En de kerk is ervoor om dat te stroomlijnen, om dat richting te geven. En om dingen die niet goed zijn, om die af te sluiten. En bepaalde dingen die wel goed zijn, om daar juist te zeggen van ja, maar hier, dit is een officieel erkend bedevaartsoord. En weet je, deze boodschappen deugen, dan heb je de verschillende
heilige verschijningen en dergelijke. De kudde heeft een herder nodig. De kudde heeft een herder nodig, want het gaat alle kanten uit. Ja. Dus ja, godsdienstwaanzin bestaat wel degelijk. Ja. Maar dat die waanzin zonder vorming bestaat op alle vlakken. Dus niet het is ook niet zo dat de godsdienst bedoeld is om zonder herders te zijn. Weet je, dat is natuurlijk nooit zo geweest. En dat kan ook niet. En datzelfde zie je dus in de media. Waar dus elke vorm van... Wij lopen eigenlijk achter de kudde aan als media. En, ja? Ja, vind ik wel. En, nou, terwijl, wij niet. Nee, ja, oké. Okay. Maar als we alternatieve media zijn, dan zou ik zeggen van dat we in het algemeen heel, heel erg achter de massa aanlopen. In plaats van dat we dat echt actief sturen en ook kunnen zeggen van jongens, dit is interessant. Hè? Wat Karel van Wolferen doet. Dit verhaal wat ik nu heb hier is interessant. En dan kun je ook de focus en het denken van mensen ook daarop richten. Maar die mensen moet je wel vatbaar krijgen voor. Want alles gaat alle kanten op. Hè? Dus dat soevereiniteitsdenken. Ja. Dat je soeverein verklaren. En weet je wel, dat is zo'n enorm wild gebeuren. Dat je... toen ik de juiste mensen daarvoor wel ontmoette, die wel iets hadden bereikt. Nou. Toen was in één keer iedereen heel sceptisch. Dus dat heb je dan ook wel weer bereikt. Weet je? Terwijl ik denk van ja, ik wil dan graag mensen die wel succesvol daar zijn. Maar dat zit niet in dat soeverein verklaren. Maar, ja, goed, ja, dat heeft in de laatste epoch gestaan. Free Halsa, die ligt hier open. Klopt. In de grote camera ziet u die epoch liggen. Ja. En dat was een leuke avond hier, met heel veel nuttige informatie. Maar voor het overige, weet je, we zijn heel onmachtig om mensen van werkelijke ideeën te voorzien. Dus mensen gaan met maanlandingen, platte aarde, dino's, reptilians, soeverein verklaren aan de haal. Terwijl dat natuurlijk allemaal, dat is een wildgroei aan het is een soort chaotische energie die niet gevormd is. Polarisatie. En ik vind dat Karel van Wolferen als een van de weinigen zegt van, ja, maar ik doe wel aan vorming, aan richtingsvorming en aan focusing. Want al het andere leidt af. Dat doet hij heel terecht. Hm. En ik heb iets soortgelijks, maar ik zou zeggen van ja, maar je moet ook aandacht hebben voor wat mensen bezighoudt. Dus die wildgroei aan gekke dingen is wel degelijk iets wat ik serieus neem als een fenomeen van... het is niet alleen maar dat je eruit knalt met je focus en dat het afleidt en dergelijke. Maar het is ook wel, dus vaak zit er een soort kern van waarheid in. En die moet je niet negeren. Daar moet je niet belachelijk over doen. Maar ja, heel veel komt toch weer terug op die aloude uitspraak. Als mensen niet meer in God geloven, geloven ze in alles. Ja. Ja, nee, dat... Wat ik eigenlijk een beetje probeer naartoe te werken met... ik vind dit een hele leuke en interessante discussie eigenlijk. Want ik denk wel dat je hier heel erg to the point komt eigenlijk van... Hoe laten we mensen nu zelf weer na gaan denken? Ja, maar de vraag is of dat moet. Hè? Dus of uiteraard, echt, want nee, dat is ook nee, wat je niet. Zegt. Nee, een want, kudde heeft sturing nodig. Kijk, dan trek ik weer de parallel met de godsdienst. Ja. Een gewone katholieke boer in Portugal... een gewone Russisch-orthodoxe boer in Rusland... heeft wel gezond verstand... maar wordt niet geacht om de beste filosoof van het land te zijn. Dat laat hij aan beste filosofen over. Ja. Hij is gewoon boer, hij moet zaaien, oogsten, zijn akkers, het gewas bewerken en onkruid wieden. Dus dat is al sores genoeg. Je hoeft niet van hem te denken, van als die, elke keer als hij zijn kerkje op de zondag... of misschien wel elke ochtend vroeg als hij een gebed komt doen... dat je van hem gaat eisen, ja, maar voordat je je knietjes vouwt in de kerk... of voordat je je handjes vouwt en een gebed gaat doen... dat je wel rationeel gaat nadenken, hey, sta ik hier nog wel helemaal achter met mezelf? Vind ik dit nog wel rationeel? Is er niet wat tegen in te brengen wat ik nu aan het doen ben? Nee, hetzelfde geldt voor een huwelijk. Het is niet, je hebt geen goed huwelijk wanneer je als man en vrouw... elke ochtend of elke avond als je naar bed gaat, denkt van... ja, is er nog wel de ware voor me? Zijn we niet te veel broer en zus aan het worden? Moet ik dit nog wel willen? Of er is zo'n nieuwe hype als dat we elke 7 jaar de huwelijksgelofte gaan hernieuwen of zo. Dat is ook zo'n hype geweest. Ik weet niet of het nog steeds een hype is, maar dat mensen... bizar. Vind ik echt knettergek. Dat doe je niet. Dus de rationaliteit, ja, maar denken, ja. Maar dat
alles maar in twijfel stellen, alles in vraag stellen, nee. is niet de bedoeling. Nee. Dus, nee, maar dat zeg ik wel expliciet als disclaimer. Dat niet de intentie is van nadenken en van ideeën vormen. Dat is juist niet nadenken, nee. Dat is vastlopen in je eigen weg. Vastlopen, ja. En ook een sectarische vorm van voortdurend jezelf en alle anderen om je heen te gronden richten. Ja. Als ik een weekblad zou hebben, hè, ik zou zo in het Nederlands taalgebied zou ik een stuk of 10 auteurs kunnen binnenbrengen die beter zijn dan alles wat je nu leest. Ja. En die nu nergens schrijven. Oké. Die zijn ook geen boeken aan het schrijven of andere dingen? Of, en ik heb die mensen ook wel eens ergens gedropt van je zou die en die ook kunnen doen. Maar het komt niet binnen, want ze willen allemaal toch die mei 68ers hebben. Een paar verlopen hippies met leerachtige koppen die in een slobberende spijkerbroek wat lopen te stamelen. Oké. Ja. En er zit iets moedwilligs in wat ik echt helemaal zat ben. Ja. Ik loop nu 20 jaar mee. Ja. He, dus er zijn mensen die ook al even lang wakker zijn. Ik heb ook bladen gemaakt 15, 20 jaar geleden met vrienden. En dat zijn cultbladen inmiddels. Maar dat was toen wel echt stukken interessanter dan nu eigenlijk. Mm. Eigenlijk moet ik zeggen dat het niveau gewoon achteruit gehold is. Ja, ja. Ja, ik vind het jammer dat je niet even reageert op wat ik nou... Ik stelde je wel degelijk een vraag. Ja, even de vraag dan. Ben je het niet met me eens dat... Ik begrijp dat je ervoor kiest om een veilig inkomen te hebben dan. Mm-hmm. Hè, laten we het daar maar even op houden. Ja. En dat je dan eventjes je idealen op pauze zet. Mm. Maar je hebt toch altijd de verantwoordelijkheid zelf om dan vanuit die veilige positie te zoeken naar verbetering. Dat is toch je eigen verantwoordelijkheid, of niet? Ja, tuurlijk. En dan kun je niet maar blijven zitten. En dan op een gegeven moment, als de boel langzaam van je weg brandt... of van je weg hebt, daarna gaan zitten klagen van... ja, nee, bestuur was verkeerd en dit en dat. Je hebt toch ook gewoon zelf de verantwoordelijkheid om te zeggen... jongens, ik wil hier niet meer aan meewerken. Mm. Nou, maar dat gebeurt dus nu bij Weltschmerz. Exact, maar eerst moet wel alles kapot. En kijk, ik ben ook niet alleen maar negatief over verlopen hippies... want ik ken een paar hele leuke... waar ik echt heel veel lol mee heb. Ja. Dus dat... Maar die hebben ook wel hun huid is wel dik genoeg. Ik kan dat wel zeggen. Die vinden het misschien wel grappig. Ja, dus dat zullen we verder gaan met een van onze vaste onderwerpen? Ja, met Maarten Reynissen. Of wil je nog een vraag van mij hebben? Want dan komen we ook op politiek. Oké, doe maar. Nou, ik heb nog een vraag. Of eigenlijk een soort stelling van mij. En dan ben ik benieuwd. De ruk naar rechts die we moeten maken. Hè? Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ja, maar die is eigenlijk gewoon een ruk naar het midden natuurlijk. Ja. En wat vind jij nou dat we moeten gaan doen daarin? Ja, die ruk naar rechts. Ik ben altijd heel kritisch ook op die BBB en Omtzigt geweest. Moet ook. Maar je moet ook gewoon... als er positieve ontwikkelingen zijn, moet je dat ook zeggen. Mm-hmm. Vind ik. Okay. Er ligt nu wel een mogelijkheid. Weet je, ziet toch wel dat Timmermans effect veel minder groot is dan iedereen dacht. En ik denk zelfs wel dat... met name de BBB het aardig heeft gedaan voor ten aanzien van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Want wat ze nu in de provincies doen is natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Alle coalities met GroenLinks en D66. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maar dat moet wel. Want elke andere partij zou in de coalitie moeten zitten. Dus ze hebben weinig keus. Maar er is wel keus natuurlijk. Maar ik zie het wel als een soort vertragende, remmende factor op de 2030 agenda. Dus dat zijn ze wel. He, dus het is wel ja, maar... En dan is het maar een beetje hopen van uitstel komt afstel of zo. Of? Ja, en ik vind ook dat als je nou kijkt wat er van jaar 21 naar de BBB is gegaan. En dan vooral Epping en Rob Roos. Ja, en Rob Roken geloof ik. Ook ja, maar vooral dus Rob Roos en Epping vind ik een heel hoopvol signaal. Niet dat je er gelijk op hoeft te stemmen, maar wel dat je een hoop fatsoen en een hoop degelijkheid... in die partij ziet, eigenlijk voor het eerst. Mm-hmm. Kijk, Mona Keijzer weet ik niet helemaal. Ik weet niet wat we daaraan hebben. Niemand eigenlijk. Het enige wat ze heeft geflikt is dat ze tijdens corona... in het kabinet een keer de kont er tegenin heeft gedraaid. Ja, toen het eigenlijk allemaal al veel te laat was. Hè? Ja. Het is nooit fundamenteel geweest. Nou, maar ja, dus dat is wat dat betreft nog een open einde. Maar met Epping en Rob Roos... Vind ik wel, dat vind ik wel twee,
twee echte kalibers. Rob is heel erg actief in het Europees Parlement. Goede bijdragers, goede interventies, goede filmpjes. Komt Epping gewoon... is Eerste Kamer? Nee, Tweede Kamer. Van voorjaar 21, toch? Oh, ik dacht Eerste Kamer. Mm. Zou nog wel kunnen ook. Ja, jij hebt gelijk, ja. Volgens mij was hij, klopt. Ja. Maar die komt natuurlijk op de Tweede Kamerlijst. En dat vind ik wel mooi. Hmm. Dus, nou ja. Dat gaan we zien. En het is bovendien een hele fatsoenlijke man. Want laatst zei hij dus... elk debat waaraan hij meedoet, is hij ongelooflijk beheerst en vriendelijk. Het is een hele vriendelijke man. Ja. En ik heb hem maar een paar keer zelf ontmoet. Okay. Waarbij hij een hele, hele vriendelijke... indruk maakte. Ja. Komt nooit een onvertogen woord uit. Het is natuurlijk iemand die best wel pro-Amerika is en wat anti-Russisch. Dus dat soort sentimenten moet je wel in je achterhoofd houden. Kijk, er zijn meer agendas die er toe doen. Ik vind de agenda van het bijzonder onderwijs vind ik heel belangrijk. Mm. We moeten echt ook eventuele nieuwe vormen van onderwijs kunnen alleen maar een beroep doen op onderwijs wanneer ze onder bijzonder onderwijs komen. Kijk, alle seculiere partijen willen natuurlijk gewoon gisteren nog dat het afgeschaft wordt. Als je D66, GroenLinks, PvdA, VVD allemaal hun gang laat gaan, dan is het gewoon gelijk weg. Dan is er geen christelijke school meer in het land. Dus ook geen Joodse scholen. PVV trouwens ook. En dus ik wil nog steeds een expliciete draai van de PVV op het gebied van bijzonder onderwijs. Ik heb dat Martin Bosma een keer voorgelegd. Waarom zijn jullie voor het afschaffen van bijzonder onderwijs? Ja, moslimscholen. Dus je helpt gewoon het hele christelijk onderwijs help je omver. Ja, nee, dat is wel heel vervelend, maar dat zei dan zo. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat vind ik gewoon zo ongelooflijk... Nihilistisch. Nihilistisch. Ja. Dus ook PVV... bijzonder onderwijs gewoon afschaffen. Hè. Weet wel waar je op stemt. En ze staan hoog in de peilingen. Dus ik vind dat heel, heel dramatisch. Ze moeten echt wel expliciet afstand nemen van dat eerdere punt. Dat het christelijk onderwijs en Joods onderwijs onaantastbaar is. Kijk, en zij zijn dus bereid als zogenaamd Israëlitisch of Zionistische partij. Hè, want ze zijn allemaal pro-Joods en pro-dit en pro-Semitisch, et cetera. Maar ze zijn echt bereid... om dat bijzonder onderwijs, dus inclusief de Joodse scholen... de nek om te draaien om moslims dwars te zitten. Ja. Dus er zijn meer debatten die ertoe doen. Er zijn meer dossiers die heel belangrijk zijn dan alleen maar corona. En dan Dus, en in die zin vind ik dus de entree van een Epping en een Rob Roos in de BBB... vind ik eigenlijk getuigen van... het is eigenlijk een signaal van de BBB... om te zeggen, kijk, onze scoop is echt wel wat breder dan alleen maar boeren en het platteland. Roos en Epping zijn natuurlijk gewoon hele beschaafde burgers uit de grote stad. Ja, ja. Oké. En je kunt ze altijd iets nadragen, weet je, hebben zus of zoiets ooit eens een keer niet goed gedaan. Dat kan. Maar er zijn meer mensen die ooit eens een keer iets niet goed hebben gedaan. Hmm. En dan kun je ook zeggen van ja, oké, in die tijd, in die situatie. Zijn er een paar dingen niet helemaal goed gegaan. Maar daar hebben alle partijen schuld aan. Ja. En dus Epping die werd dus in de laatst nagedragen in de media... dat dit zijn vijfde partij is, de BBB. Ja. En toen zei hij, maar de lijsttrekker van de VVD... die is inmiddels ook aan haar vijfde partij toe. Ja. Ja. Maar daar heeft niemand het over. Nee. Toen was de interviewer ook stil. Maar zo gaat dat natuurlijk in de mainstream media. Ja. En in principe draag je dat ook niet iemand na. Behalve dan weer Joost Eertmans. Zes partijen, zeven ongelukken. Nou. Ja, maar die komt uit de school van Opstelten. En, Fortuyn? Nee, Opstelten. En dus die is groot geworden als ambtenaar onder Opstelten. Komt echt uit zijn kring. Ja. En daarna heeft hij een spoor van partijvernielingen achtergelaten. Waaronder LPF, volgens mij ook nog CDA Rotterdam. Ja. En toen Hugo de Jonge in Rotterdam zijn castratieverhaal... Wat was het? Abortus? Gewoon vrouwen uit achterstandswijken onvruchtbaar maken. Want dan zouden er niet meer zoveel mislukkelingen geboren worden. Ja. En dat vond Joost Eertmans natuurlijk ook wel aardig. Ja. Oh, bizar. Dat is toch erg, joh. Ja. Ja. Maar dat hele jaar 21 is nu dus ook geïmplodeerd? Ja, maar dat was wel te verwachten. Ja. Het was alleen een vraag van wanneer en hoe. Maar dan heeft Joost uiteindelijk ook weer een partij... spoor van vernieling opgebracht. Ja. Dus dat... Het is nog steeds jammer dat ooit is binnengekomen bij FVD. Hè? Dat heeft de partij wel heel erg beschadigd. Ik heb gewaarschuwd voor die gast. Ja. Ik zei, dit gaat niet goed met deze man. Dat is een wandelend ongeluk.
Ja, dus, maar Dirk-Jan Epping, Rob Roos en Rob Roken. Wat wel interessant is volgens mij, is dat de BBB heeft nu ook al 4 Tweede Kamerzetels binnengehaald. Ja, ja, nou kijk, het grote punt is nu dat de lijst Omtzigt nu tot stand gaat komen. En ja, daar hoor ik ook wel eigenlijk positieve berichten over. Dus ik hoorde bijvoorbeeld dat er achter de schermen contact is geweest met Amsterdams CDA-raadslid Diederik Boomsma. En dat hij op de lijst zou komen. En kijk, we zijn helemaal geen vrienden. We zijn ooit wel bevriend geweest, maar we zijn al jaren niet meer bevriend. Dus Diederik en ik. Maar ik zou het fantastisch vinden dat hij bij Omtzigt op de lijst komt. Dat zou een enorme toevoeging zijn en dat zou ook een duidelijke indicatie zijn naar wat voor soort mensen Omtzigt op zoek is. En waarom? Omdat Diederik Boomsma ook in een aantal dossiers erg goed is. Okay. Ook in een aantal dossiers ben ik wel eens kritisch geweest. Maar dan kom je weer terug op van er zijn meer dossiers in dit land die heel, heel, heel belangrijk zijn. Ja. Dan alleen maar bestuurlijke vernieuwing. Hoe staan hun tegenover Groningen? Nee, lijst Omtzigt is voor volgens mij voor de gaskraan dicht en de hele boel moet hersteld worden. Okay. En dus waar ik bij binnen FVD natuurlijk wel eens aan een mouwtje trek en zeg van jongens, maar ja, het is wel. Ik merk wel dat de zaak daar ook wel wat draait, hoor. Okay. Ik moet het nog even aanzien, maar ik heb wel het idee dat binnen FVD ook die grap die we in het begin hoorden van ah, geef elke Groninger een Lamborghini en dan komt het wel goed. Ja. Dat de grap er nu wel af is. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van, ik hoor wat jij nu schetst is eigenlijk best wel een heel positief beeld eigenlijk. De groot factor is en blijft toch de VVD. Hmm. Dus wat ik de vorige keer heb gezegd over Dylan Jesselkus, dat ze natuurlijk nooit in staat is om een partij te leiden en om een ploeg bij elkaar te houden. Dus dat er, als er al een kabinet komt met BBB, Omtzigt en VVD, die kans is er, dan valt het kabinet binnen een half jaar omdat de VVD gaat imploderen. Dus de lacune die Rutte achterlaat, ik vind het de most evil premier, maar ook de briljantste premier in de zin van het mensenmanagement. Ja. Zo ongelooflijk goed heeft hij dat gedaan. Hij kon niet alleen de coalitie, maar ook de oppositie. Hij kon iedereen bij elkaar houden. Ja. Die lacune die hij nou achterlaat, die gaat Jesselkus natuurlijk nooit invullen. Ja. Dus er gaat eigenlijk de enige stabiele factor binnen de VVD is weg. En die partij die gaat pas de komende kabinetsperiode in elkaar donderen, want dan is Rutte pas weg. Ja. Hij is nu demissionair, maar hij is ook de demissionair partijleider. Ja. Dus pas als hij echt weg is van het toneel, dan gaat die partij imploderen. En dan gaat dus het komende kabinet gaat daar last van krijgen. Dus het komende kabinet wordt één groot. Net als toen de PVV gedoogsteun aanleverde. Weet je, dat één groot ellendeverhaal. Waarbij achteraf, achter de schermen, het CDA echt een verschrikkelijke rol heeft gespeeld. Door de PVV kapot te maken van binnenuit. Ja, dat soort dingen, dat zie je nu. Die rol gaat de VVD krijgen. Want Dylan Jesselkus, als de VVD in de oppositie belandt, misschien gaat ze daar kan ze misschien nog wel een taartje bakken, weet je. Maar als ze in de coalitie belandt, dan zal zij vicepremier zijn, maar ook de VVD-ministers en staatssecretarissen moeten aansturen en bij elkaar moeten houden. Hmm. Dat kan ze helemaal niet. Okay. Dat is zo'n meisje, die kan dat absoluut niet. Okay. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat eigenlijk, we gaan dus. Ik denk dat Rutte echt gokte op Timmermans die hem als premier gaat opvolgen. Mm. Dan is de rol van Jesselkus niet zo belangrijk, want die kan gewoon lekker met Timmermans meepraten. Timmermans agenda wordt Jesselkus agenda. En die kan dat gewoon overnemen. En iedereen binnen de VVD vindt het prima voor wie daar nog zit, voor wie er nog over is. Yeah. Maar dat is niet zo, want Timmermans, die belofte van Timmermans is waarschijnlijk toch veel en veel minder groot dan het leek en dan aangekondigd werd. Want ze stonden boven de 30 zetels en nu is het richting de 20. Ja. En dat schommelt langzaamaan op en neer naar beneden. En die hele Timmermans, die gaat dat waarschijnlijk dus niet redden. Dan krijg je dus waarschijnlijk wel een kabinet overrechts met de NSC, met de BBB, wellicht een splinterpartijtje wat nog nodig is en de VVD. Okay. Dus 3 grote partijen en een splinterpartij, of een splinterpartij, maar een klein partijtje, een soort ChristenUnie, maar dan op rechts. Nou, maar PvdA GroenLinks, en dan zullen ze waarschijnlijk dus wel nodig hebben. Dan krijg je dus het probleem dat Jesselkus het kabinet gaat opblazen, omdat waarschijnlijk binnen de VVD zoveel gerommeld gaat worden en aan haar poten gezaagd gaat worden,
dat zij uiteindelijk de stekker uit het kabinet gaat trekken. En dat de implosie van de VVD na het gat wat Rutte achterlaat, uiteindelijk dat hele kabinet gaat meetrekken. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon een rampscenario. Ja, dus ik waarschuw ook heel erg tegen de eerstvolgende kabinetsformatie. Ja. Dat als dat een rechtskabinet wordt, wordt het een heel kort rechtskabinet. Waarschijnlijk als VVD het meedoet, en die kans is nagenoeg 100%, want die hebben ze nodig. Ja. Want CDA zal niet veel over zijn en ik weet ook niet of dat een plek krijgt. Dus ze zullen met VVD, BBB, NSC en dan een kleinere vierde partij zoals... FVD willen ze allemaal niet. Nee. PVV willen ze eigenlijk ook allemaal niet. Nee. Dus daar komt een... Nou ja, ChristenUnie is er altijd nog. Nee, gaan ze niet doen. Dus daar komt een soort... Ja, misschien zelfs wel SGP bij. Maar wacht even hoor, want er is nog een andere optie namelijk. Als ik hem... Kijk, BBB... heeft al laten blijken dat ze niet vies zijn van samenwerking met PvdA GroenLinks. Ja, maar wil Epping dat? Nou ja, wil Mona Keijzer dat? Dat weet ik dus niet. Nou, dat bedoel ik maar. Ja, maar is wel heel belangrijk. Dan zou het nog een optie zijn dus dat je bijvoorbeeld NSC krijgt, BBB, PvdA GroenLinks. Nee. Die gewoon... Ja, maar die gaat ja, maar die zien deze teleurgang van het VVD natuurlijk ook aankomen, hè? Die zien ook wat ja, er dan, gebeurt. Ja, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En ik weet ook niet of iedereen dat wel zo duidelijk ziet, hoor, die teleurgang van de VVD. Ik denk al nog heel veel mensen die Dylan Jessicus veel hoger achten dan ze is. Denk je? Ja, denk het wel. Oké. Okay. Nou, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik zie dat nog wel als optie. Nou, u mag het zeggen. Ik weet, ik heb mijn ideeën erbij. En ik vind dus de komende kabinetsperiode de meest dreigende. Ja. Waar die heel risicovol is. En pas daarna kun je puinruimen of scherven. Ja. De scherven bij elkaar vegen. Dus ik denk ook dat de partijen voor de komende kabinetsperiode heel goed moeten nadenken of ze überhaupt wel willen participeren in een coalitie. Ja, dat is een groot ding inderdaad. Maar waar ik dus heel nieuwsgierig naar ben, Omtzigt heeft aangegeven niet de grootste te willen worden. En ook geen premier te willen worden. Dus die gaat zich waarschijnlijk niet in alle districten verkiesbaar stellen. Nou, dan zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld... Hij mikt dus waarschijnlijk op een gemiddeld aantal zetels, hè? Want anders krijgt hij ook hoogstwaarschijnlijk die lijsten niet vol. Zoveel goede mensen zal hij waarschijnlijk niet kunnen vinden. Dus moet ik nog even herhalen. Dat is dus hij is ooit met een burn-out gegaan, dik 2 jaar geleden. Ja. Na de berichten over functie elders en dergelijke. Ja. Ja. En ik weet toen van insiders dat hij toen al gelijk in de eerste week heel veel grote Zoom-calls heeft gehad met mensen over de nieuwe partij. Mm-hmm. Dus hij werkt er al dik twee jaar aan. Hij heeft helemaal geen burn-out gehad, want anders had hij dit ook niet gekund. Mm. Hij werkt hier al lang aan, dus dat netwerk dat moet toch wel echt wel in verre voor het stadium zijn. En ik denk dat hij die lijsten, en zeker de belangrijke personen, dat hij daar al heel lang aan werkt ook. Mm. Ja, dat gaan we zien. Eigenlijk draait het allemaal om zich nu. Toch wel. Ja, maar als hij dus bewust in bepaalde kiesdistricten niet mee gaat doen... Om maar te vermijden dat hij niet de grootste wordt... Ja, dan moet hij wel heel erg vooruit gokken op een aantal zetels. En ook op oppositie. Ja. Ja. Dus, ja. Hij is heel calculerend, hij kijkt ver vooruit, hij schat mogelijke risico's heel goed in, of ver, hè, want hij is aan de bangige kant, dat weten we inmiddels ook al. Ja, nou ja bang of voorzichtig. Hè. Kijk, als je echt serieus bent met je politieke partij, ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, van, ja, maar we moeten leren van de opkomst van de LPF en de VVD en FVD, en dat daar altijd na oprichting een enorme implosie plaatsvindt en stammenstrijden en ego-botsingen en zo. Ja, opportunisme ook, hè? Dat weer. Ik vind dat toch nog wel echt wel een heikel punt. Want het is geen heikel punt, het is we speculeren op wat er zou mogelijk kunnen gebeuren. Dus de heikele punten bestaan niet. Maar er zijn een aantal risico's die er gebeuren, of die er staan, die er te wachten staan. En Omtzigt ziet ook risico's, anders zou hij niet zeggen van ik wil de grootste, of ik wil eigenlijk niet de grootste worden. Ik ga misschien in een bepaald aantal kiesdistricten niet meedoen om dat zetelaantal te remmen. Ja, dat zou kunnen. En in zekere zin begrijp ik dat. Aan de andere kant denk ik van, het zijn hele belangrijke verkiezingen. Als je NSC en BBB hebt,
dan zou je het zelfs zo kunnen draaien dat je verder geen partij meer nodig hebt. Misschien nog een derde kleine partij. Dus ja, dat je zelfs de VVD buiten beschouwing kan laten. Maar dan moet je gewoon ook keihard campagne voeren. Scherp in de debatten gaan. Want je kunt ook als Omtzigt zijnde zeggen van, en als BBB met een Epping in de gelederen, we gaan bewust die VVD leegvreten. We gaan de VVD'ers gaan we bewust benaderen en met de boodschap, wij zijn beter dan jullie huidige partij. Jullie hebben met de VVD niets in huis wat wij niet beter kunnen doen. Ja, dus de VVD die kan gewoon natuurlijk gedecimeerd worden, maar dan moet Omtzigt dat wel willen en Carolientje van der Plas moet dat wel willen, weet je dat? Ja. En ik vraag me af of ze dat willen en of ze die ambitie hebben, maar het kan wel zeker. Kijk, Epping is zo'n rot in het vak. Ja, en Omtzigt ook. Ook, maar kijk, Omtzigt heeft natuurlijk, het CDA stelt niks meer voor. Dus Omtzigt denkt waarschijnlijk, nou, ik heb nu iedereen die ik kan krijgen qua publiek. Het CDA is helemaal naar mij overgelopen. Mona Keizer naar de BBB, dus waarschijnlijk richt hij zich ook nog een beetje op wat CDA's. Dus ze hebben zich samen al op de CDA gericht, terwijl dat al zo klein was. Mm-hmm. Waarom zou je niet de VVD leegvreten? Dat is toch gewoon, dat ligt toch voor de hand? Ja, absoluut. Dan kun je toch de wraak nemen op Rutte. En dan voorkom je bovendien het grote probleem dat Jessel Gus nog een rol gaat spelen, in negatieve zin, dat ze toch met 20 zetels nog in de coalitie komt en dan die gaat opblazen door haar kinderlijke onvermogen om ook maar iets te kunnen. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is een duidelijk verhaal. Mm-hmm. Laat ik dat even. Heb jij een idee waarom Omtzigt op voorhand ook PVV al uitgesloten heeft? Ik vind niet dat hij het helemaal uitgesloten heeft. Want Omtzigt is best wel een sluwe vos. Mm-hmm. En PVV en FVD moeten eerst even onderuit de zak krijgen en moeten niet het idee hebben dat het appeltje eitje is om met hem iets te kunnen doen. Dus ik denk dat het gewoon verkiezingsretoriek is. Okay. Dat, hij richt zich op het redelijke midden. Hè, hebben we het al vaker over gehad. Ik geloof niet in dat midden, want het is geen midden. Maar op de bange mensen in het midden, hè, de kudde, ja, de schaapskudde. En die moeten natuurlijk gerustgesteld worden met wat mantra's. Nee. Dus het is een soort bühneverhaal, vermoed ik, van Omtzigt. Waarvan ik nog maar moet zien of dat als er echt onderhandelingen plaatsvinden, of dat stand gaat houden. Ik weet, het is niet de deur is niet echt dicht. Die frase wordt veel bijgehaald dat de FVD en PVV uitgesloten zouden zijn. Ja. Maar ik vind meer dat het heeft iets van ze eerst maar even onderuit de zak en hard to get spelen. Okay. Niet helemaal de deur dichtgooien, maar wel zeggen van eigenlijk een voorafje bij de verkiezingen van ja, jullie moeten wel niet te veel ronken en niet te veel rare taal uitslaan. Nee. Waar natuurlijk best wel wat in zit. Weet je? Want het idee dat je maar gewoon van alles kan roepen en dat de focus van je politieke debatten, dat die alle kanten uit kan gaan, dat vind ik wel, dat is wel een probleempje. Hè? Dus je hoort dat ook aan heel veel mensen, dat ze toch vinden dat FVD bijvoorbeeld toch te veel onvolwassen gedrag heeft laten zien in de laatste jaren. Hmm. Dus daar zit bij het publiek wel een perceptie. In die zin keert dat wel steeds terug. Of dat terecht is of niet, is iets heel anders. Alleen, ik denk dat het eerder een waarschuwing is naar FVD en PVV. En dat uiteindelijk, als het echt eraan aan de orde komt, dat er wel gepraat wordt achter de schermen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat zou natuurlijk wel een hele mooie situatie op kunnen leveren. Denk ik zelf. Ja. Het is net wat je mooi vindt. Anderen zien dat als de grote ondergang, denk ik. Maar dat je inderdaad NSC krijgt met BBB en dan PVV. Die zouden met z'n drieën ook een kabinet kunnen vormen. Natuurlijk. Ja, BVV is best wel stabiel, hè? Ja, exact. Ja. Ja, en volgens mij zijn ze nu weer iets gegroeid zelfs. Ja. Want PVV heeft gewoon echt die hele grote basisaanhang die altijd PVV stemmen. Die zeggen ook, wat er ook gebeurt, ik stem PVV. Ja. Dus die hebben ze. En dat zou het natuurlijk wel mogelijk maken om en GroenLinks buitenspel te zetten, en D66, en VVD, en de ChristenUnie. Dan is gewoon daadwerkelijk het hele zittende kabinet is gewoon passé. Nee. Dus er zijn best wel opties waarin dat grote gevaar, dat risico wat ik geschetst heb van de VVD, die uiteindelijk het komende kabinet dreigt op te blazen, om dat te omzeilen. Maar dan moet expliciet
moeten de huidige partijen zich richten op de VVD kiezen. Want dat is nu de partij om nog leeg te vreten. Het CDA is leeg, D66 is leeg, ChristenUnie staat ook op -2 zetels in de peilingen. Ja. Dus het is allemaal heel klein. Ja. En alleen de VVD van het huidige kabinet zit nog op een behoorlijk aantal zetels. En de vraag is van wie gaat dat nu leeg vreten? Waarschijnlijk zijn ze toch nog best wel bang voor Rutte, hoor. Omdat hij als demissionair premier nog best wel van belang kan zijn in de komende campagnes. Ja. En ik denk dat Jessel Kus... Denk je dat Rutte de campagne gaat voeren? Nou, ik denk dat Jessel Kus niet zo heel veel doet. En dat Rutte niet zomaar gaat zeggen van... Ajus, ik laat de boel achter mij in de stront zakken. En dat hij stiekem achter de schermen gewoon nog campagne aan het voeren is. Of campagne aan het uitzetten is. Okay. En dat Jessel Kus, dat is natuurlijk geen zwaargewicht. Nee. Dat is eigenlijk dat is gewoon een kind. Die heeft leren doen wat ze moet doen. Maar dat de echte lijn nog steeds gehandhaafd wordt door Rutte. Okay. Nou ja, dus het huidige kabinet is heel risicovol, zeker met een grote VVD. En ik mis dus de strijdgeest van Omtzigt, Keizer, Lintje, zelfs van Thierry, denk ik. Van Geert. En PVV. Om echt te zeggen, we gaan met z'n allen heel agressief die VVD leegvreten. We gaan de redenen in kaart brengen waarom men nog op de VVD stemt. Wat is het waarom men zo achter Rutte aanloopt? Waarom die VVD ondanks alles nog steeds altijd meer dan 30 zetels heeft gehaald. Want ze staan nu op 24 of zoiets? Ja, ja. In de peilingen. Oké, okay, peilingen. Hè? Ik weet het wel, dat peilingen zijn niet alles. Maar daar gaan we toch dan maar een beetje van uit. Ja. Peilingen zijn wel enigszins indicatief. Mm-hmm. Waarom, hoe het komt dat zij niet gewoon op 12, 13 zetels staan? Hè? Hoe kan dat? Ja. Ja. Dus daar moet wel over nagedacht worden en een strategie aan ontleend worden. Dit is volgens ons de reden waarom de VVD nog steeds veel te veel zetels heeft. En we gaan... ik denk dat we kunnen die VVD-kiezer echt wel naar ons toe trekken. Ja. Maar die ambitie zie ik niet bij... Kijk, BBB en Omtzigt zouden dat kunnen doen. BBB, omdat nu Epping er zit en Rob Roos en zo. Dat zijn toch echt een beetje de VVD-achtige mensen. Ja. Maar ook, er zitten ook boeren in. Kijk, VVD is niet alleen maar een liberale partij. Maar er zijn ook heel veel boeren die van oudsher VVD... Ondernemers. En ondernemers. Dus de BBB vind ik niet eens zo'n hele gekke move. Dat ze Rob Roos en Epping erbij hebben. Nee, zeker niet. Ik vind het helemaal niet gek. Nee. Het past echt wel bij de... Dus ik vind het eigenlijk wel slim. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik denk van... Dit is eigenlijk wel iets slims van de BBB. Nou, dat vind ik wel een beetje... Als je ziet wat ze tot nu toe gedaan... Ze komen vanuit het niks. Hebben een super campagne gevoerd. Ze hebben het natuurlijk heel goed aangepakt. Hè? Laten we dat wel... Het is tot nu toe nog steeds weinig schandalen, weinig gedoe. Mm. Er is een beetje oproer geweest... omdat ze met PvdA GroenLinks gingen samenwerken. Maar... De vraag is of het ook echt heel anders had gekund in de provincies. Hè? Dus moet je ook wel echt per provincie kunnen kijken... wat voor opties had de BBB dan ook. Ik bedoel, CDA werkte ook met GroenLinks en PvdA samen. VVD ook. ChristenUnie ook. Ja. Wat nemen we de BBB kwalijk? Wat ze echt heel anders hadden kunnen doen? Misschien is dat toch wel iets minder dan ik eerder heb gezegd. En anderen natuurlijk ook. Ja. Maar de vraag is gewoon, wat voor interessante signalen krijg je nu uit die nieuwste ontwikkelingen? Dus juist de komende kabinetsperiode heel tricky is om in te stappen. En de vraag van waarom is er zo'n enorme koudwatervrees om de VVD keihard aan te vallen en die kiezers terug te trekken van... de VVD, bij de VVD vandaan. Misschien... Want die partij die heeft nog veel te veel zetels voor wat ze gepresteerd hebben. Maar misschien wachten ze ook een beetje op Omtzigt. Tot die met een lijst komt. En dan eens te kijken welke kant dat opneigt. Ik denk dat dat ook wel heel essentieel is. Ja, geen idee. Maar goed, we weten nu alleen dus dat hij met Diederik Boomsma gesproken heeft. En dan hoop ik wel dat Diederik erbij zit. Oké. Ja, dus jouw persoonlijke... Dus niet, zeker niet mijn vriend. Jouw persoonlijke oproep aan hem. Maar om heel veel redenen een hele goede keuze om bij de Omtzigt op de lijst te komen. Oh, kijk, dat is mooi. Ja. Geen redder in nood, maar wel iemand die... Kijk, we moeten niet blind zijn voor de realiteit. In heel veel opzichten
gaat het er nu om dat mensen een vertragende factor kunnen zijn in de politiek. Mm. En dus dat de zaak gekeerd wordt, dat die hele 2030 agenda gekeerd wordt, dat is te vroeg. Voordat het schip helemaal keert, dat bereiken we niet zomaar. Nee. Maar dat er heel veel ontwikkelingen vertraagd en geremd worden, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke factor. En ik heb liever dat er heel veel remmers en vertragers in de Kamer zitten dan dat er heel veel aanjagers in de Kamer zitten. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Ja. Dat staat buiten kijf natuurlijk. Daar hoeven we niet... Kijk, voor de rest heb je natuurlijk in Wappie Nederland weer een heel veel partijtjes. Je hebt nu Samen voor Nederland die een partijtje is geworden. En je hebt allemaal van die Facebookmoeders met allemaal filmpjes van een feelgood die dan ook een partij hebben opgericht. En dan, okay. Ja, ik zit eigenlijk nooit op Facebook, dus sorry. Ik volg dat heel slecht. Oké, okay. En we hebben natuurlijk Partij voor de Dieren, die een enorme schandaaltje heeft. Waarschijnlijk omdat mevrouw, hoe heet ze ook alweer? Lilian? Nee. Nee, nou ja, weet ik niet. Maar die heeft waarschijnlijk een frikandel gegeten. Dus ze is door het bestuur aan de kant gezet wegens een integriteitsprobleem. Oh. Vervolgens is de hele partij in het hele land in rep en roer, want iedereen wil haar als lijsttrekker. En het bestuur heeft haar net afgezet. Dus nu wil het hele land het hele Partij voor de Dierenland wil het bestuur afzetten. Dus dat gaat nog weken doorremmeren, Daan. Ja, ik heb dit helemaal gemist, Tom. Ja, nou ja, dat is het nieuws. Oh. Maar wat hebben we nog meer? Ja, nog genoeg. Nou, dan gaan we naar de tweets. Ja, je hebt natuurlijk Lilian Marijnissen. Ja. Oh, we zijn nog niet helemaal klaar over Omtzigt natuurlijk. Wat dan? Die heeft ook de Binnenhoflezing gedaan. Ja, is daar iets belangrijks gezegd? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik vond hem... ik vond een paar dingen wel heel interessant eigenlijk. Ik vond het een hele goede lezing. Hij zette heel duidelijk uiteen, benoemde die echt een aantal grote problemen. En ook over de ambtenarij in Nederland, waar die echt wel heel expliciet over was. Mm-hmm. Dat er D66 ambtenaren zijn of zo. Nou, dat de ambtenarij gewoon een groot onderdeel van dat eigenlijk het probleem is. Hè? Ja. Topambtenaren zijn te veel en te links. Volgens mij benoemde die expliciet ook nog het Pygmy-arrest. Ja, goed. Ja, dus daar zijn echt wel Pieter? Hele sterke lezing. Mooi. Echt een moeite van het kijken waard. Die ga ik kijken dan. Ja. Het Pygmy-arrest, dat is wel belangrijk om te zeggen. Dat is een hele belangrijke uitspraak van het Hof of de Raad van State geweest ooit. Dat ambtenaren niet ambtshalve aansprakelijk zijn en niet vervolgd kunnen worden om hun ambtsdaden. Ja. Dus ze vallen wel onder het gewone strafrecht. Ze kunnen wel gewoon aangeklaagd worden als elke andere burger, maar ze kunnen niet vervolgd worden vanwege ambtsmisbruik of andere... Ja. Als jij je handtekening onder een document zet om 15 precies, miljoen weg te geven... Precies, zijn ze daar niet aansprakelijk voor. Ja. Dat is het bizarre. Dus in Nederland is het heel moeilijk om topambtenaren voor het hekje te krijgen om de handtekeningen die ze gezet hebben. Ja, niet. Nee. Kan niet. Nee, kan niet. Nee, ja. Is buiten kijken. Oh, dat is echt superbelangrijk. Ja, dus dat soort dingen heeft hij wel echt benoemd. En zo zijn er nog wel een aantal... Hij noemde ook expliciet de totalitaire neigingen van het systeem. Hmm. Maar ik vond het heel mooi hoe hij dat omschreef. Het probleem blijft alleen... Kijk, ik ben het met al zijn analyses wel eens. Hè? Die problemen zijn er ook. En hij is daar... Ja, hij zegt alleen wat hij ook kan onderbouwen. Ja. Het punt is alleen, dit is wat hij ook zelf zegt, een 10-jaren plan om dit een beetje op de rit precies te krijgen. Ja. En is dat wat wij nu nodig hebben? Mm-hmm. Is dat ook de reden waarom hij niet... Hij wil deze fundamentele problemen aanpakken. Ja. Ik denk ook dat hij daarvoor de man is. Hij heeft de kennis ervoor, hij heeft de ervaring ervoor. Hij weet wie waar zitten overal, hij weet hoe de hazen lopen. Maar is dat wat wij nu nodig hebben in onze regering? Ja. Want wie gaat de kar trekken? Wie wordt de Pim Fortuyn? Wie wordt de Thierry Baudet toen die de grootste werd? Wie is die man met een bepaald charisma die het kan vertellen wat belangrijk is en die dat kabinet gaat leiden? Oh, Epping kan dat wel. Die heeft wel het kaliber premier. Ja, maar ja, die hebben Mona Keijzer gekozen. Ja, nee, Mona Keijzer... Ja, weet je, het zal allemaal wel. Maar kijk, uiteindelijk moet er toch een soort duidelijke leiding zijn, ook achter de schermen. En daar ken ik haar te slecht voor, maar zo'n Epping zou het kunnen. Ik denk dat Omtzigt, ik weet het niet. Ik denk dat hij gewoon voor de komende kabinetsperiode ook heel veel problemen ziet. Dat hij dezelfde redenen ziet die ik zie,
Maar ik denk dan van aanval is de beste verdediging. Dus vreet die VVD leeg, zodat je dat hele probleem van de implosie van de VVD niet hoeft op te vangen. Ja, absoluut. Ja. En sterker nog, in je voordeel toe te passen of aan te wenden. Mm. En dan, kijk, hij ziet dat wel. Dus hij ziet wel een zeker risico in de grootste worden en de premier leveren. Misschien zelfs wel in coalitiedeelname. Mm. Het is nog allemaal heel, bij hem is het nog allemaal heel onzeker. Hè? Ja, ja, maar hij laat het allemaal heel erg afhangen. Ja. Maar weet je, ja. Één ding wat we nu wel ten opzichte van een paar weken geleden kunnen zeggen is... Ja. Dat wat we toen hadden, van ik kijk uit naar die debatten tussen Omtzigt en Timmermans... want dat zijn de twee kalibers die tegenover elkaar zijn gezet... dat waarschijnlijk toch niet zo speelt. En dat er meer hoofdrolspelers op het toneel gaan komen. Ja, dat ligt er natuurlijk wel aan wat de media gaat doen. Hè? Als die Timmermans echt... Timmermans is tot nu toe de enige... Ja, mastodon. Ja, ja. Dus die moet naar voren gepusht gaan worden. Weet je wat ik gedaan heb? Ja, nou. Kijk, Pieter Omtzigt die heeft dus uitgehaald naar de media... dat wanneer verkiezingsdebatten met allemaal one-minute speeches moeten plaatsvinden... in plaats van met drie partijen maximaal om de tafel debatteren om één punt... Mm-hmm. Hè, maar gelijk de hele partijprogramma's... maar dan ook gelijk acht partijvoorzitters of lijsttrekkers met allemaal verschillende... en allemaal één minuutje dit... Ja. Dat hij daartegen ageerde, toen heb ik hem geappt. Ik zei van, we willen heel graag een serie verkiezingsdebatten hosten in de studio... over één of twee punten met maximaal drie partijen. Hmm. En ik zei van, ja, dan kan de BBB, de lijst Omtzigt, zoals die nu nog... Oh nee, NSC was dat is dat nu. Ja. NSC, FVD, nou ja, 21 is weg. Ja. Dus die speelt geen rol van betekenis. Waarschijnlijk is BVNL ook weg, want die staan nog niet eens op een zetel. Ja. Wellicht dat ze misschien een zeteltje kunnen krijgen, omdat ze rare dingen... Leuke lijst hebben die, hè? Ja, joh. Circus. Wat een clownshow. Ja. Ja. Oké, maar jij hebt Omtzigt geappt. Ja, ik heb hem geappt. Ik zei van, ik wil dat graag doen. Ik weet dat ons publiek het zelfs waardeert als we uitzendingen van 2-3 uur maken in plaats van 3 kwartier. Hm. Er is alle tijd en ruimte om grote debatten... met diverse lijsttrekkers en partijen in scène te zetten... en dan kijken wat we eruit halen. Dat wil ik graag doen. Dus zelfs de SP op bepaalde vlakken vond ik een... dus die Sandra Beckerman vind ik echt een hele goeie. Die komt volgens mij hier uit de buurt. Maar er is er nu... Renske Leijten is weg. Dat was ook een hele goeie geweest. Voor de rest zitten bij de SP misschien wat minder kaliber. Maar er zijn wel mensen die op bepaald... vlak heel goed in een debat erbij gezet kunnen worden. Zeker op de vlakken van Omtzigt, bestuurlijke vernieuwing... aanpakken van of hervorming van de ambtenarij. Hmm. He, dus die hele formalistische standpunten van hem... die ik heel interessant vind. Ja. En die ik ook heel belangrijk vind. Hmm. Daar zou je ook nog eens met de SP en met een DENK... Ja, ja die zou ja, je best wel aan tafel kunnen zetten. Weg. Nou ja, ik weet niet hoe die nieuwe jongen is. Ja, maar het is wel heel jammer. Ja, is jammer. Ja. Ik vond Farid Azarkan vond ik toch leuk, in veel opzichten gewoon goed. Zo, ja. Kuzu was een beetje zo'n achterbaks... Niet mijn... Nee, maar ik vond Azarkan echt wel oké. Ja. Heel uitgesproken, maar wel over het algemeen redelijk genuanceerd. Ja. Ja. Ik heb het ook bij Thierry doorgeappt. Ik zei van, ik heb deze app aan Omtzigt verzonden. En zou jij daar ook voor voelen? Uiteraard voelt hij daarvoor. Kijk, ze staan op 5 zetels. Dus dat is gewoon netjes. Daar staan ze ook wel heel stabiel in. Ja. Want ja. Er zou nog best wel 2 zouden erbij kunnen zitten. En dan is het echt wel een soort cementpartijtje. Als Ja 21... Er zit gewoon natuurlijk ook wel een reële kans in... dat misschien een zeteltje weer terug naar FVD gaat. Hè? Dat mensen toch... Ja. Ja. Dat... Maar kijk, ze kunnen zo'n ChristenUnie-rol vervullen. Hmm. In een rechtskabinet. Ik vind ook dat het... Dat FVD... het echte gerommel is er nu uit. Het ploegje wat er nu zit met Thierry, Gideon, Pepijn... En vooral Ralf Dekker. Die zit er niet meer. Hè? Jawel, die komt weer... Die komt terug. Ik denk het wel. Oké. Ja. In plaats van Simone. En Freek zit er, hè? Freek. Kijk, Freek vind ik jong. Hè, als je die afzet tegen wat Ralf in dat halve jaar heeft gedaan... dat hij er zat om Simone te vervangen... en wat Pepijn en Gideon de hele tijd hebben gedaan... vind ik Freek tamelijk onzichtbaar. En ook nog gewoon wat jong. Hè, laat hem gewoon groeien. Ja. Dus dat... In die zin vind ik het vooral als team een heel stabiel team. Ja. En ik weet hoe belangrijk Ralf achter de schermen is. Als een soort pater familias van de fractie. Ja. Ook al zit hij nu niet in de fractie. Nee. Ik weet wel hoe belangrijk die is. En ik vind hem ook heel belangrijk. Absoluut, ja.
Dan denk ik van, daar staat nu een hele stabiele collectie aan Kamerleden en een team. Wat ik niet kan betrappen op heel kinderachtig gedrag of labiliteit of uitschieters naar links of rechts of onder of boven. Dus een stabiele kern? Ja, stabiele kern. Ja. Die zou dus in een komend kabinet ook zo'n rol kunnen spelen. Hè? Dus een soort cementfunctie van... Ja, zoals ChristenUnie dat heeft gedaan. Gewoon klein, maar wel de noodzakelijk aantal zetels om de coalitie in het zadel te houden. Oké. Nou, dat is... Ja, dat... Ja. Ik denk wel dat ze die functie kunnen vervullen. Ja. Als partij zijnde zouden ze dat kunnen, denk ik. Als het team wat er staat. Ik betwijfel alleen... Ik denk dat de media hier echt volledig mee aan de haal zou gaan. Dat ze, als ik dan... de huidige Kamerleden van FVD was, zou ik zeggen... ja, we hebben toch een zekere mate van volgroeidheid moeten bereiken. Dus iedereen moet het vak leren. Dus er zijn gewoon formalistische dingen die je hebt moeten leren. Hoe de regeltjes allemaal werken, de spreektijden en de dit en de dat. En ja, we zijn best wel gepiepeld op bepaald vlak. Er is best wel gehaaid met de FVD omgegaan om ze fouten te laten maken. Dat is echt wel uitgelokt. Maar we hebben zelf ook fouten gemaakt en we zijn daarin gegroeid. En we hebben een soort volwassenheid bereikt waarvan wij... denken dat dat de absolute stabiliteit heeft gebracht die we nodig hebben. En dat kun je gewoon toegeven, vind ik. Vind ik niet een heel groot probleem. Je kunt het wel, ja. Kijk, de eerste, de beste journalist, hè, en dan krijg je zo'n antwoord. En dan zei oké. Ja. Maar hoe staat u dan ten opzichte van Poetin, meneer Baudet? Je moet dat soort dingen natuurlijk direct gewoon kunnen counteren. Ja. Ja, net zoals Epping, die werd aangevallen op zijn vijfde partij. En zegt van ja, kijk naar Jessel Gus, joh. Weet je? Als je je volwassenheid kan tonen, dan kan dat zeker. Dus geef dat gewoon aan dat je gegroeid bent als partij. Mm-hmm. Dat je volwassener bent of dat je volwassen bent. Mm-hmm. En als een journalist dan denkt van nu heb ik je, dan kun je er overheen. Dat kun je gewoon voorbereiden. Okay. En dat kunnen ze ook wel. Dat kunnen ze natuurlijk wel. Ja. Gideon en Thierry, die kunnen er zo overheen, joh. Ja, maar ze hebben natuurlijk in het verleden best wel links en rechts een paar gepeperde uitspraken gedaan. En dan kun je toch zeggen van ja... Als ik het journalistieke niveau van Nederland ken, die gaan alle oude koeien uit de sloot halen die ze maar kunnen bedenken om iets te kunnen framen. Ja, die laten dat niet los. Je kunt het toch counteren als je ziet hoeveel van welke partijen en mensen bij het programma Buitenhof hebben aangeschoven in het afgelopen jaar. Mm-hmm. Dan zie je dat gewoon de top wordt aangevoerd door D66, CDA, VVD en GroenLinks en PvdA. Ja. Als je kijkt naar de andere grote partijen, BBB, FVD en zo, dan zie je gewoon 1 of 0 keer staan. Mm. En dus je kunt zulke journalisten kun je gewoon heel simpel gewoon geen antwoord geven terug in het hok schuiven. Weet hoppakee, ja. Gewoon de tegenaanval inzetten. Mm. Ja. Nou ja, dat is ook een optie. Ja, absoluut. Wat Trump ook altijd doet, hè? Natuurlijk, maar dat is geweldig. Maar dat is toch wat Thierry kan. Ja. Dat kan hij toch gewoon de energie overnemen en keren. Ja. Dus dat is toch gewoon de verbale vaardigheid die we toch wel van hem kennen. Dat mag je toch wel van hem verwachten. Ja. Ja. Ja, gewoon even nieuwsgierig hoe dat... Nee, ik zou dat geen probleem vinden. Nee, oké. En je grijpt echt wel de kans aan om bij de kijkers van zo'n mainstream media journalist sympathie te wekken. Grijp je al de kans aan om dat natuurlijk gewoon even een punt te scoren. Hmm. Ja, wij hebben reflectie. Ja, wij weten ook wel dat we als partij volwassen hebben moeten worden. En kijk naar LPF, kijk naar PVV. Er is zoveel gebeurd in die eerste 5, 6 jaar. Al die partijen. Hmm. Kijk nou naar de ChristenUnie is een samensmelting van de RPF. Reformatorische partij? Ja, waren 3 partijen, zijn allemaal samengegaan. Ja. Nou, uiteindelijk is dat ook gehalveerd. Ze hadden alle 3 apart, hadden ze meer potentie dan de ChristenUnie, nu alleen. Ja. Ja. En in die partijen zijn ook allemaal machtsgrepen, die hebben ook allemaal plaatsgevonden. Ja. Omdat een bepaalde progressieve kliek de macht overnam. Want de RPF was leuker dan wat je nu in de ChristenUnie ziet. Mag ik daar... Dat vind ik grappig, die fusie dus. Hè? En ik denk dat we dat ook gaan zien bij de GroenLinks PvdA. Mm-hmm. Die partijen, dat zijn allebei GroenLinks,
Wat minder, denk ik. Maar die heeft ook volgens mij heel weinig concessies op hun originele programma hoeven doen. Maar PvdA heeft natuurlijk volledig al zijn wortels afgesneden en is helemaal afgedwaald van hun kiezers. Hè? Ja, dat is een soort Triodosbank, hè, die dus in het begin heel leuk opereerde en heel onafhankelijk was. Veel geld had voor leuke projecten en ook veel vertrouwen had in maatschappelijk actief ondernemen. Mm. Ondernemers kregen alle ruimte. En dan in één keer zie je dat zo'n bank dus de duimschroeven worden aangedraaid. Er komt een machtsverandering, komen andere mensen aan. In één keer is het een SDG-bank. Ja. Is het een van de ergste banken van Nederland. Ja. Nou, dat zie je ook bij de PvdA en bij GroenLinks natuurlijk. Dus er zaten leuke dingen in, maar het is allemaal zo nu gladgestreken en strak getrokken. En de touwtjes en de regie zijn allemaal zo. Er komt geen wanklank meer uit wat niet tegen de in het belang is van die SDG-agenda. Nou, wat ik dus denk, Tom, is toen PvdA, die hadden toch nog wel, zei het, een wat kleinere achterban. Maar ik vind het niet eens zo interessant, Menno. Want het interessante van GroenLinks en PvdA is er eigenlijk af. Okay. Ik vind het heel interessant wat de SP nu aan het doen is. Dus nogmaals even die tweet van de week van Lilian Marijnissen. Kijk. Dat zijn al lang systeempartijen. Maar wat Marijnissen nu met de SP doet, is eigenlijk van wat we nu aan het bespreken zijn. Het was een leuke partij. En dan moeten we die. Er zit een aantal van die hele. Hoe heette die ook alweer? Die Peter Quint? Nee, ver voor Peter Quint. Oh. Een flapdrol. Oh. Man, wat is dat dan een idioot? Nee, echt de betere. Ja, dat bespreek weet ik wel. Uit de tijd van het Oekraïne-referendum. Kijk, Renske Leijten is nu pas weg. Je hebt nog Sandra Beckerman. Ja. Maar je hebt in het Oekraïne-referendum had je nog zo'n voormalige basisschoolleraar. Of nee, gewoon een leraar. En dat kaliber is helemaal uitgezuiverd. Dus de SP is ook helemaal zo'n kartelpartij geworden. En dan zie je in één keer dat Marijnissen op een demo is geweest. Waarschijnlijk ook die A12-demo. Nee, de steundemo. Oh, de steundemo. Want die A12-demo was illegaal. Tweet, tweet, tweet. De waanzinswies van de week. Kapitalisme is fossiel, uitroepteken. Terwijl mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen, krijgen grote, vervuilende bedrijven miljarden subsidie van de overheid. Ja. Dat moet stoppen, uitroepteken. Ja. Nou, ten eerste, het is geen subsidie. Het is een vrijstelling van accijns en of belastingen. Dat is iets anders dan subsidie. Ja. Subsidie is, je krijgt geld. Het subsidie is niet van, oh, je hoeft nu wat minder te betalen. Maar bovendien betalen onze bedrijven in Nederland, wat in Duitsland ook gebeurt, de hoofdprijs aan belastingen en accijnzen. Dat maakt de concurrentiepositie binnen de EU al onmogelijk. Laat staan daarbuiten. Ja. Dus je draait gewoon. Eigenlijk draait het hele, niet alleen het grootbedrijf, hè, want ze richt zich hier zogenaamd op grootbedrijf, maar wat ze doet is MKB de nek omdraaien. Ja. Want kapitalisme is niet fossiel. Hmm. Als je ziet wat kapitalisme nu is, dat is de groene energie. Kapitalisme zie je bij uitstek optreden bij de energiereuzen die helemaal antifossiel gaan en nu windmolenparken aanleggen. En dat doen ze niet op eigen vermogen, dat doen ze op kosten van de belastingbetaler. Ja. Dus ze maken private winsten op publieke kosten. En dat is niet fossiel, dat is zogenaamd die schone energie. Dat is ook subsidie. Hè? Dus alles waar ze nu boos om is, dat vervuilende bedrijven fossiel zouden zijn en kapitalistisch en weet ik veel. Nee, ik ken mensen die zijn beheerder van zonneparken en die harken 10.000 euro's per maand binnen. Ja. En dus ben je alleen nog maar in dienst. Dus zo'n zonnepark, zo'n zonnepanelenpark, die draait waanzinnige subsidies naar binnen. Ja. En ze kopen ook nog eens hun werknemers met waanzinnige salarissen. Nu heb ik hier eigenlijk één vraag over, hè? Want inderdaad. Nee, maar wacht even de inkoppen naar GroenLinks PvdA. Want dat door dat debat achterhaalt. Omdat je eigenlijk bij de SP nu ziet gebeuren, of al wel langer, maar weer exemplarisch. Het was een anti-kartelpartij.
in zekere zin, want het had natuurlijk wel een ideologie en een agenda. Ja. Maar dat was het toch wel in zekere zin. En er zaten ook leuke, ruwe kantjes aan. Er zaten leuke, ruwe bolsters in. Er zaten mensen in die nog vrij konden spreken. Dat weet ik uit ervaring. Dat gebeurde tijdens het Oekraïne-referendum nog. Die konden vrij spreken. Mm. En dat is niet meer. Dat is weg. Al die ruwe bolsters zijn weg. Die mensen met ruwe kantjes zijn weg. Ja, met de civilisist, die is ook weer weg. Ja. Uiteindelijk filtert zo'n partij ze er in één keer uit en dan zitten ze hooguit één periode in de Kamer en dan zijn ze weer weg. Simpelweg omdat het een kartelpartij is geworden en voor de groene energie in één keer zich laten lenen. Dus alles wat tegen de SDG's ingaat, is gewoon alarmfase nummer 1 bij alle partijen. Ja. Het kartel heeft altijd gelijk. Dus bij de SP nu ook. En dat soort mensen wordt gewoon eruit geselecteerd en onder druk gezet. Ze hebben zelf geen zin meer om nog door te gaan. Nee. Waarom stopt Renske Leijden? Waarom stopt die Alkaïa? Waarom gaan die niet door op het hoogtepunt van hun succes? Ja. Ik vind dat eigenlijk absurd. En dan kan ik maar één ding bedenken. Namelijk dat ze het binnen hun fractie ook niet meer heel leuk hebben. Nee, die lopen tegen de muur. Ja. Ja. Ik denk dat bij Renske wel een dubbele bodem achter. Maar ik denk dat Mahir Alkaïa daadwerkelijk de grote verschrikking aan ziet komen. En dat hij ook weet dat hij dat niet kan stoppen vanuit een SP. Of wat dan ook. Nou ja, weet ik niet. Maar ik vind maar, dat... Je gaat het wel allemaal... Er zit iets raars achter. Ja, ja, ja. Nee, en we hebben al vaker gezegd, die hele uittreden van politici uit de Tweede Kamer heeft iets heel raars. En ook de enorme tamtam die er omheen zit. Met brieven op Twitter aankondigen dat ze gaan stoppen. Ja. En iets anders gaan doen. Dat heeft iets heel aparts. Dat heeft iets onsmakelijks. En we weten niet helemaal wat erachter zit. Nee. Maar er zit wat achter. Goh. Ik blijf zo benieuwd naar die lijst van Omtzigt, hè? Ik wil gewoon weten met wie we te maken krijgen nu. Ja, wel, maar ik ben eigenlijk... Ik mis eigenlijk de echte... Goh, ik vind... Ja. Ik mis de oorlogsretoriek. Wij gaan er nu met z'n allen... Die VVD gaan we ook nog leegvreten. Ja. CDA weg, D66 weg, ChristenUnie weg... Maar die VVD moet ook weg. Want dat is het hele grote probleem natuurlijk. Ja, en als het nu nog geen probleem is... is het dat in de volgende kabinetsperiode is. Omdat ze gewoon natuurlijk dan... dan gaan we dan de implosie zien van de VVD. Dus we krijgen... Die VVD moet heel actief gedecimeerd worden. Anders dan wordt het zo'n waanzinnig probleem. Hmm. Ja, laat Timmermans het dan maar leegvreten. Weet ik veel. Maar nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Is een grap. Maar het is wel... Ik mis dus toch wel echt die strijdlust bij BBB en Omtzigt om actief die VVD aan te pakken. Is dit nu gewoon allemaal Rutte die nog steeds de touwtjes in handen heeft achter de schermen? Iedereen is doodsbang voor hem. Ja? Ja, denk ik wel. Oké. Okay. Ja. Nou, laten we doorgaan op dit kapitalisme is fossiel. En waar ik nu... Ik heb daaraan... En misschien kun jij die vraag beantwoorden. Want kijk ik even naar... De groene transitie is vooral gericht op energie... En op mobiliteit. Ja. He, die twee dingen eigenlijk. Ja. En even kijken naar de grote autoconcerns. Nou, wat we met die lijst van Kaag natuurlijk de laatste twee uitzendingen hebben gedaan. Betalen, belasting, betalen. Ja. Maar dat doen ze weer via energie en via mobiliteit. Als je dat ziet, die schatkist wordt 3 keer groter. Ja. Weet je? Dus waarschijnlijk gaan we naar een staatsbegroting die 3 keer wordt van wat nu. En dan betekent dat... Dat alles subsidie wordt. Dus alle gelden lopen via de staat. Er wordt een basisinkomen. Je inkomen loopt via de staat. De multinationals, dus het hele bedrijfsleven, loopt via de staat. De CBDC's met hun programmeerbare geld zorgt er natuurlijk voor dat alle geld ook alleen maar besteedbaar wordt bij de juiste bedrijven. MKB wordt er nek omgedraaid voor zover ze niet volledig in de pas lopen, et cetera. Nou, en dan wil ik hem dus weer even doorkoppelen, want kapitalisme is fossiel. En ergens zit daar natuurlijk een kern van waarheid in. Want we zien dus bijvoorbeeld... Kijk naar de Volkswagen. Hè? Het grote concern. Nou. Wat langzamerhand aan het overschakelen is. Hè? Met al die ID-autootjes en al die andere... Je ziet nu steeds meer dat de gevestigde merken... komen allemaal ook met elektrische auto's. Omdat ze vanaf 2030 niks meer fossiels mogen produceren. Exact, exact. Dus maar die bedrijven, die grote jongens en ook de Shell en andere dingen... krijgen wel de mogelijkheid om
over te schakelen nu met subsidie. Dus aan de ene kant zijn ze nog steeds een fossiel bedrijf wat hun geld verdient met fossiele brandstoffen. Ja. En ze worden gesubsidieerd om over te gaan naar non-fossiel. Ze harken dubbel binnen. Exact. Mm-hmm. Want die hoge energieprijzen is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Dat gaat allemaal naar de winsten van de van die grote... Vattenvals en de... En de accijns, dus de schatkist. Ja. En nou is ook nog eens de bedoeling dat die accijns nog eens verhoogd gaan worden per 1 januari. Ja. Of eerder. Dat is wel een dingetje, ja. Het punt is natuurlijk... Kijk, wat we in Duitsland nu zien is dat die energiekosten eigenlijk de Duitse industrie totaal platleggen. Ja, de nek aan draaien. Waanzinnige werkeloosheid. Mm. Dus de motor van Europa ligt stil. Mensen worden massaal werkeloos. Het is onbetaalbaar voor de schatkist van Duitsland. Dus niet bij te houden. Dus dat is een totale ellende. Dat is echt een doembeeld. Dat Duitsland zo verschrikkelijk op zijn gat ligt. Door met name die energiewende. Mm-hmm. Want er gaan natuurlijk nooit windmolentjes genoeg zijn om te voorzien in de Duitse industriële ambities. En subsidies helpen dan ook niet. Nee. Sterker nog, wanneer er niemand meer is om die schatkist te vullen en iedereen is uitkeringstrekker, dan heb je ook geen subsidies meer voor het groene energie. Maar ja, kapitalisme is fossiel. Ja, weet je, het is gewoon heel, heel realistisch. Dus Lilianne Mao-Reinissen, die wil dus dat ook al haar achterban, dat zijn arbeiders. Ja. Je zei, het is geen ondernemerspartij, het zijn arbeiders. Ja. Die zijn in loondienst. En in loondienst bij bedrijven die omzet maken. En wat Marijnissen dus zegt hier is tegen haar eigen achterban, hè? Mm-hmm. Ik wil dat jullie allemaal werkloos worden. Als het aan mij ligt, hebben jullie geen werk meer volgend jaar. Oei, oei. Nou. Dag SP. Maar dat is toch wel tweet van de week, of niet? Ja, het is bizar. Maar het kan nog erger. Ja. Het kan nog erger. We hebben Gerrit Hiemstra. Gekke Gerrit. Oh, ja. Ja. Weer man. Stop met fossiele brandstoffen. Heel veel mensen denken dat de wereld dan tot stilstand komt, maar dat is maar zeer de vraag. Het is vooral onze ontzettend luxe levensstijl die maakt dat we zoveel brandstoffen nodig hebben. Dat heb ik zelf geretweet met de opmerking dat je hebt... Nog even afhankelijk van daar komen we zo op wat Gerrit zelf allemaal binnenhoudt. Maar we hebben als Nederlanders hebben het oudste wagenpark op één land na van Europa. Ja. En dus ik weet niet welk land, misschien Litouwen of zo. Geen idee, maar Nederland heeft het oudste wagenpark van Europa. Wij rijden rond in gemiddeld de oudste krotten van Europa. Oké. Okay. Dus het Nederlandse wagenpark is eigenlijk gewoon de laatste fase voordat die roestbakken nog naar Afrika gaan. Ja, maar letterlijk, want ze gaan echt heel veel naar Afrika. Ja, dat weet ik. Dat is mij bekend. Mm-hmm. Maar, ja, oké. Okay. Maar, het kan nog gekker. Hm? De Nederlandse energieprijzen zijn de op 3 na hoogste ter wereld. Ja. Nummer 1. Hoogste energieprijzen van de wereld. Hongkong. Hongkong, oké. Okay. Ja. Okay. Ah. IJsland? Ja. Oh, IJsland, tuurlijk. Even kijken, wat was er nou nog meer? Nou, er is nog één. Ja. Daarna komt Nederland. Dus wij betalen gewoon zo waanzinnig veel aan brandstoffen en energieprijzen. Ja. Wij rijden rond in de oudste auto's van Europa. Met andere woorden, wij kunnen geen nieuwe auto betalen. Mm-hmm. Want dat is gewoon... Hè, we hebben eigenlijk onze beste kans op een betaalbare auto is een tweedehands leasebak. Ja. En verder niet. Ja, oké. Okay. En dan komt gekke Gerrit met dat de wereld niet tot stilstand hoeft te komen, want het is onze luxe levensstijl. Ja, die, ja. Ja. Wij hebben ten eerste geen luxe levensstijl. Ja. No way. En hoezo luxe levensstijl? Kan iedereen een huis kopen? Kan iedereen een huis huren? Kan iedereen een nieuwe auto kopen? Kan iedereen een nieuwe auto leasen? Kan iedereen zijn energierekening betalen en de ramen openzetten en de kachel aan? Ja. No way. Iedereen zit op een houtje te bijten. Ja. Je moet je huis kopen met 3, op basis van 3 jaarinkomens. Weet je, of jaarsalarissen. 5 of zo, toch? Ja, nee, met inkomens. Oh, ja. In de jaren 90, paars was er de oorzaak van dat wij gingen van 1 verdieners naar 2 verdieners. Dat had gevolgen voor de hypotheek, want die werd in het vervolg afgesloten op basis van 2 inkomens in plaats van 1. Dat maakte de huizenprijzen in de eerste plaats onbetaalbaar. Paars, kok, in de jaren 90. Mm-hmm.
Dat is moet niemand vergeten. Nu zitten we inmiddels op, hoeveel banen moet je hebben om nog een huis of om nog een hypotheek te krijgen? Ja, en daarna kregen we natuurlijk vanuit de banken kregen we de hypotheekfraude. Mm-hmm. Hè, met het doorverkopen van al die hypotheken. Ik ben de naam daarvan even kwijt. Dus maar, we zitten met dertigers die bij hun ouders wonen. Te weinig geld voor een huis. Net genoeg geld om wel op wintersport te kunnen of naar Tenerife een week, weet ik veel. En om een tweedehands leaseauto te kunnen dat kopen. Dat is dus blijkbaar onze luxe levensstijl. Ja. What the fuck. Weet je, het is zo erg. En dan die gekke Gerrit, die zo waanzinnig binnenharkt op klimaatsubsidies en op zijn praatjes over groene energie en klimaat. Hij is bovendien gewoon nog eens vastgoedmagnaat in Friesland, waar hij leuke ontwikkelplannetjes doet en daar miljonair van is geworden. Ah. Allemaal gesubsidieerd met groen correcte bouwplannen en zo. Mm-hmm. Natuurlijk allemaal autonome energie en weet ik het wel. Gerrit is echt aan het binnenharken, ja? Ja, enorm. Ah. Ja, die is multimiljonair. Oké. Okay. Ja. En dus, maar dan, kijk, dat snap ik wel. Dus als we dat soort luxe levensstandaarden afschaffen, de subsidies erop, vervalt hij aan de bedelstaf. Maar dan hebben we wel Nederland gered. Nee, het is andersom. Dus het leven van de gewone man moet nog duurder worden voor gekke Gerrit. En mensen als hij moeten nog meer verdienen. Dus het kan altijd nog gekker dan Lilian Maurijnissen. Ja. Gekke Gerrit is echt... dit is echt bizar. Ja, ik zat me even af te vragen, want... Heel veel mensen denken dat de wereld dan tot stilstand komt. Ja, sorry hoor, maar die mensen hebben volgens mij ook gewoon gelijk. Nou ja, de landen die nu tot stilstand komen, dat zijn de landen die de accijns en belastingen op de gewone energie zo enorm verhoogd hebben en tegelijkertijd bizar geïnvesteerd hebben in windmolens en zonneparken. Zo enorm geïnvesteerd hebben dat de prijzen op alles helemaal de pan uitreizen. Op voed alle btw's gaan omhoog, de btw-tarieven. Ja. Alles wordt belast om maar dat subsidiecircuit in stand te houden op zonnepanelen en windmolenparken. Het is niet te betalen. Het kan niet meer. Nee, maar laten we ook gewoon eerlijk zijn. En geld in Oekraïne stoppen in die oorlog daar. Dus er moeten tanks en kogels en F-16's. Er moeten miljarden moeten naar Oekraïne. Maar zelf gaat gekke Gerrit natuurlijk niet naar Oekraïne om zijn hachje te wagen, omdat Oekraïne zo belangrijk is. Nee. Maar dan komt er nog een punt bij. We hebben de afgelopen jaren miljarden en miljarden geïnvesteerd in groene en energie. Ja, maar dat moet wel allemaal betaald worden. Ja, nee, maar los daarvan. Hij zegt de wereld komt tot stilstand. Dat denken ze. Dat is dus, volgens hem is dat dus niet zo. Maar jawel, dat die is komt tot wel stilstand, zo. Want juist in die landen die excessief betalen aan nieuwe energie en excessief belasting heffen op fossiel. Die komen tot stilstand. Heel veel mensen denken dat de wereld dan tot stilstand komt. Dat gebeurt dan ook letterlijk. Mm-hmm. Dat is geen... Maar hij wil dus niet alleen stilstand, hij wil achteruit gaan. Ja, want die gaat gewoon terug naar niks. Nou, je houdt niks over. Dus nee. Het MKB moet kapot. Die multinationals die gaan zich wel redden ergens. Want als ze hier niet aan land komen, dan gaan ze wel naar Afrika. Of naar en voor hetzelfde geld zit Vattenfall volgend jaar heel groot in China en Rusland. Weet ik veel. Als ons winstmodel met de windmolenparken en de zonneparken wegvalt, en Vattenfall zegt van ja, sorry, maar zonder subsidies kunnen wij dat allemaal niet draaien. Ajus. Dan zitten ze zo in Rusland of China, hoor. Want ik bedoel, ik weet niet of ze daar binnen worden gelaten. Mm. Maar dat is voor hun gewoon appeltje eitje. Mm-hmm. Het is pure winstmodel dat die subsidies zo verschrikkelijk veel bijdragen aan de winsten van die bedrijven. Zodat ze hier zitten en zodat ze hier... En ze hebben ook nog eens al onze gemeentelijke energievoorzieningen overgenomen. Die zijn voor grof geld verkocht aan dat soort bedrijven. Natuurlijk met als worst dat ze waanzinnig veel subsidie zouden krijgen op wat ze dan ook maar doen hier. Ja. Als die subsidie ophoudt, zijn ze weg. Hm. Ja, tuurlijk. Dan gaan ze de boel uitverkopen. En dan geef ik je op een briefje dat alsnog de politiek, dus de provincies en de gemeentes die heel groot in de energiebedrijven zaten, en die het allemaal verkocht hebben aan die multinationals, die vissen dan ook weer achter het net. Ja, we waren toch net te laat. En dan zul je zien dus dat ze vastgoed en alles ontmantelen, verkopen en nog winst uitharken op alles wat ze nog kunnen verkopen aan roerend en onroerend goed en aan infrastructuur. Aan wie het dan ook maar de hoogste bod geeft. En dan zijn ze weg. En dan hebben we het nog steeds niet terug, want dat zijn nutsbedrijven. Die zouden gewoon in publieke handen moeten zijn. Nou, dat dus, ja. Ja, dat is...
Maar dit is echt... Dit moet toch wel de tweet van de week zijn, of niet? Ik vind hem eigenlijk nog veel knotsgekker dan Lilianne. Ja, of, allebei zijn ze dus gewoon totaal corrupt. Ja. In hun, of laten we zeggen, gecorrumpeerd in hun denken. Maar ik denk ook gewoon corrupt dat ze dit durven te zeggen, terwijl ze donders goed weten hoe het in elkaar zit. Hmm. Dus de enige manier waarop onze economie kan overleven op dit moment is accijns en belastingen op gewoon fossiele industrie. Fossiele energie, wat ik trouwens niet eens fossiele energie... het hele idee dat gas en olie fossiel zou zijn, is er ook een... Dat is een sprookje. Ja. Dat is een sprookje. Dus het is nog maar de vraag hoe fossiel die energie is. Maar dat we dan dat we zonder die fossiele energie zouden kunnen overleven, zonder olie en gas, dat kan helemaal niet. Dus Marijnissen wil gewoon alleen maar arbeiders met een basisinkomen die afhankelijk zijn van de staat en CBDC's en virtueel geld. En gekke Gerrit, die wil nog meer binnenharken. Die wil gewoon niet stilstand, die wil achteruitgang. Ja, maar de vraag is dan wel voor wie? Voor hemzelf. Want hij heeft een heel mooi huisje aan het water, zag ik wel. In Friesland, die werd er ook direct onder gepost op Twitter. Ja, maar dat is al bekend. Dat hebben we natuurlijk al jaren geleden gepubliceerd. Dat vond ik zo grappig. Dat is wel echt bekend geweest. Hij zit dus in dat interview en ik zat dat even te luisteren. En dan zegt hij letterlijk van, ja, dan zit ik in mijn huisje. Ik heb dan een huisje aan het water, zegt hij dan. En dan zie dat ik is wel een huis. Ja. Maar ik heb een huisje aan het water. En dan zie ik al die drijvende paleizen langskomen. En dan denk ik, ja, dat kan ook wel een beetje. Je kunt ook gewoon met een zeilbootje waar geen motor in hoeft en waar je niet een week op kan wonen. Dus heeft hij een dikke zeilboot? dat weet je dan toch al? Ja. Oh, ja, maar goed, ja, ik vind zeilen lijkt mij ook prachtig, alleen je moet het wel kunnen. Dus als ik kan niet zeilen, ik zou niet zomaar gelijk een 15 meter jacht kopen om te gaan leren zeilen. Ja. Nee, als ik het kon, hè, stel ik had een miljoen op de bank. Maar waarom zou ik geen zeilboot of motorbootje kopen en lekker hier rondtuffen van elke zaterdag? Gewoon lekker even varen. Wat is er mis mee? Wat misgun je iemand dat niet zou mogen? Ja. Weet je, het kost je al €2,30 voor een liter benzine aan de pomp. Nou, die boten die betalen evenveel hoor. Dus de diesel en de benzine die er in die boten gaat, die betalen wel gekke Gerrit zijn subsidies die hij binnenharkt op zijn praatjes en zijn... Want het lezingencircuit van hem brengt heel veel geld op. Zijn eigen projectjes en ontwikkelingetjes leveren veel geld op. Denk je nou echt dat hij gratis bij Radio 1 zit te praten? Dat dacht ik niet hoor. Nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Dus, hebben we nog bijzonderheden, Tom? Poeh. Nou ja, dan komt het volgende week toch wel. Ja. Poeh, het is hier echt niet uit te houden. De camera's die nog doen, is bizar. Want ze zijn al wel gecrashed op minder dan dit. Ja. Maar ik stel voor dat we de sauna aangooien om een beetje warm te worden. Want het is niet te hard hier qua temperatuur. Ik ben ook wel leeg. Ben je leeg, hè? Ja. Het doet wel wat met je. Doet wel wat met je, ja. Nee, ik vind het heerlijk. Voor mij mag dit het hele jaar door, hè? Ja, hè? Ja, ik hou zo van warmte en hitte en zon. En af en toe een regenbui is prima. Maar ja, ik ben die 8 maanden herfst, winter en voorjaar... Die verschrikkelijke, ellendige regen... die is niet uit mijn herinnering verdwenen. Dus ik stel voor dat we het gewoon ook even voor de mensen van Harp en zo... mochten jullie nog aan wat knoppen willen draaien... Ik geef al een seintje als ik echt niet meer terug hoef te denken aan die wanstaltige 8-9 maanden regen en druilerigheid. Dan mag de temperatuur weer naar beneden. Oké. Ja. Ja. Nou, als we toch alles kunnen regelen, dan is bij deze mijn oproep. Gemiddeld 4, 25 graden. Af en toe een buitje. Overdag zoals we aan het werk zijn. Prima. En voor de rest... Ja, jij moet nog werken. Hè? Je bent zo'n achterlijke gladiol die nog moet werken. Ja. Ja. Ja, u en ik... Wij hoeven niet meer te werken van mevrouw Marijnissen, maar Menno wil dat per se. Dus voor Menno houden we het dan op 25 graden. Ik vind 30 prima, maar 25 graden is, als er maar een zonnetje is, joh. Beetje prima. Ja, lekker. Is goed. Oké, akkoordje. Omwille van het MKB en de hardwerkende mensen in het MKB, 25 graden. Meneer Harp,
alsjeblieft 25 graden, niet te veel chemtrails, dat is niet handig. Af en toe als er een buitje moet... Regendansje. Regendansje, ja, precies. Vredespijp en regendans. Ja. Dan is het goed. Toch? Top. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Wij hebben natuurlijk BlueTube.studio waar alle films op staan die wij ook uploaden op YouTube. Op ons BlueTube.studio kanaal. Dat is ons eigen platform. Dus alle video's die daarop staan, die worden tot in eeuwigheid, als het goed is, bewaard. Hè, totdat ergens uit alle servers ter wereld de stekkers getrokken worden. Dus tot op dat moment kunt u terugkijken op BlueTube.studio, wat u niet op YouTube kunt zien. Maar wat u op YouTube ziet, kunt u zeker ook op BlueTube.studio zien. U kunt zich daar registreren. Dat kunt u doen door op het hamburgermenuutje te klikken en uw e-mailadres in te vullen. En misschien nog wat meer, want dan kunt u ook fysiek post van ons krijgen. Wij werken weer naar een najaarscatalogus toe, die naar alle klanten van de Blauwe Tijger gaan. En iedereen die zich heeft ingeschreven op BlueTube.studio, schrijf je dus in. En u krijgt papierwerk van ons met echt een ouderwetse omroepgids. Met natuurlijk nieuwe titels die eraan komen, met nieuwe ideeën die we hebben. Een prachtig interview wat daarin afgedrukt wordt. En meer leuks. Dus echt een leuke omroepgids. Die kunt u zeker elk jaar van ons verwachten. Wat hebben we nog meer? We gaan heel binnenkort van start natuurlijk met het hele tuin gebeuren. Dus samen met Marijn Poels, die mm-hmm. doco, die komt mm-hmm. eraan. En daar komt ook een epoch bij. En dat gaat Marijn uitleggen op... even kijken, 20 september komt hij in de studio... Ik moet nog wel even met jou kortsluiten, want het is een avond. Oké. Okay. Ja. Maar dan kunt u in de dagen daarna dat gesprek met Marijn luisteren. En dat is natuurlijk een leuke voorbereiding op zijn docu die 1 week later, misschien 2 weken later, uit gaat komen. Top. Ja. Leuk man. Sigaar is nog niet op. Dat is een goede sigaar geweest. Ja. Ik heb wel een paar keer aan moeten steken. Maar... Ja, nou, het ging aardig. Wij zeggen tot de volgende keer. Doe maar. Tot de volgende keer. Blijf kijken. Volgende uitzendingen. De Imker, die komt langs. Dat stelt zich een beetje uit, maar hij komt zeker langs. Dat gaat gebeuren. En dat is ook een heel belangrijk gesprek. Maar die komt langs. De boeken komen natuurlijk uit. De auteurs van die boeken komen weer in de studio. We gaan weer hele leuke, relevante gesprekken houden aan de tafel, in de tuin en aan de bar. Menno, bedankt. Ook bedankt. Succes met de edit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja.